Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sportzot, het alcoholvrij speciaal bier Volsmaak. Deze episode is gesponsord door Pure Sporter, Unieke showerbars. Gezond, efficiënt en duurzaam voor huid en planeet. Dag Nico, dag Thibaut. Alles goed met u? Ja, zeker. En met u? Ja, ik ben eigenlijk super excited. Eigenlijk Allee, ik, ik ben heel excited, maar mijn vrienden zijn nog meer excited, want uh, we hebben iemand fantastisch vandaag. Ik wist niet dat jij veel vrienden hebt. Ja, toch wel. Ah, toch en, uh, allemaal lopers en fietsers en uh, <laughs> mensen die graag een triathlon zouden willen doen, maar het eigenlijk niet kunnen. <laughs> ja, dan zijn ze met Martin van Riel. Echt wel verwend vandaag. Hè? Ja, inderdaad. Dag Martin. Hallo, hallo mannen. In een volle fietsoutfit. Ja, inderdaad. Ik ben met de fiets naar hier gekomen. Ik, ik dacht dat binnen de lage emissiezone lag. en uh, Ik heb nu een diesel, dus uh, ik moest met de fiets komen. Dus je dacht, uh, beenpower. Voilà, voilà. Training combineren mee, uh, met die... Maar met die. je een volledige training nu? Of je werkt aan nu uh, Nee, want ik moet ook nog naar huis. Hè. Ah, ja, okay. dus, uh, de, truc, de, de weg terug Tussen, Het is wel een serieuze ja. tussenstop, hè? Ja, ja, dat is inderdaad... Uh, even rusten, dat kan geen kwaad. Even nee, ja. op adem komen. Dus, uh. ja, en dan daarna nog gaan zwemmen of... Uh? Uh, nee, ik van de vanmorgen al gaan zwemmen ik moet, ik moet eigenlijk nog lopen vandaag, maar ik weet niet, het gaat misschien al iets te laat worden. Ik ben thuis heel slecht georganiseerd meestal, maar uh, <laughs> ja, de meeste dagen zijn het wel drie trainingen, dus uh, vandaag ook. Drie trainingen per dag? Ja, ja. Van elke discipline één dan? of? Ja, ja. en ja, soms eigenlijk zelfs vier, omdat wij soms twee keer op een dag lopen of ook een stabiliteitstraining doen, dus... Het gebeurt wel we vier trainingen op de ja, Ik eigen Mijn hoofd is toch wat er fok aan het afgaan. Ik, 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 ik ben op vakantie en ik moest normaal één sessie doen vandaag. Ik heb het nog altijd niet gedaan. En ik dacht, ja, de Martin komt vandaag, dus voorbereiden. En, ja, dat, is, dat zal ook niet van komen, maar ik denk dat ik vanavond toch nog ga gaan sporten. Gewoon <laughs> ga toch niet onderdoen. Ja, dan, dan moet er nog drie doen, hè, als je niet onder wilt. doen. Ja, ja nee, ik moet gewoon mijn sessie <laughs> afwerken. Ja, maar voilà. Wacht. Je traint vier dingen per dag, of soms vier dingen per dag, ja. vier sessies. Ja. Maar waarom moet je mij dan gestaan om zes uur op? En dan... nee, nee, want ik haat echt vroeg opstaan. Dus, uh, allee, als ik zo thuis ben, dan train ik meestal alleen. Dan sta ik meestal relatief laat op. Dus allee, meestal begin ik mijn eerste training pas om tien uur of zo. Maar um, ja, dan in, in drie trainingen opgedeeld is dus dat wel bijna elke dag een uur of vijf ongeveer dat ik, uh, dat ik train. Dus vanaf dat ik begin aan die eerste training ben ik dan wel tot zeven, acht tot uur s avonds eigenlijk... Uh, bezig met te trainen of te rusten en te eten. Dus mm -hmm. ja, dat is een fulltime job, eigenlijk? Ja, ja, voilà, voilà, voilà. Het is een fulltime job. De uh, ja, maar die mannen daar, dat is ook een fulltime job. <laughs> is dat bij jullie twee uur en dan? Ja, we hebben pauze. ook nog... We hebben een ploeg en we hebben ook nog clubhuis avonds. Dus ja, dat is ook waar. het is een beetje anders, hè. Oké. Okay. Dus, uh, ja. ja ik, ik, ik maar, toch, maar toch, zij doen lange uren. Ik moet wel zeggen... alleen bijvoorbeeld nu is het een Tour de France. Mm -hmm. uh, als we een keer trainen, s morgens of hey, tot s'middags, of zeg nu maar iets tot drie uur. Ben ik altijd wel blij om in die zetel te liggen en uh, toch naar het einde van de koers te kunnen kijken. Ik heb de indruk dat jij totaal geen tijd hebt om iets te zien overdag. Ja, dat nog wel eens, Maar het enige dat. Allez, en dat ik soms een beetje lastig vind als een sport. Op zich die uren, dat valt nog wel mee. Want hey, op, een, op een week kom je aan dertig uur. Um, dat gaat nog wel. Maar het is vooral dat je dan bijna elke dag die drie of die vier trainingen moet doen. Dus ik. Ik kijk nu de Tour de France, dat volg ik ook wel echt. Maar meestal moet ik daarna dan nog wel één of twee trainingen doen. Dus het is niet dat ik echt op mijn gemak op de zetel tis, kan liggen. Het is daar, je moet vier keer uit je zetel komen om ja. eigenlijk je in gang te schieten. En dan, allee, sommigen doen dan misschien zeven, zeven uur fietsen op een dag. Ik zeg nu maar iets: dat is maar één sessie, maar dan moet we maar één keer rechtstaan, je klaarmaken en je ze vertrokken. Je ja, moet vier va. keer, let's go. Voilà, en, en, en ik denk dat je daar daar je soms ook wel veel tijd aan. Want je weet dat ook, als je je moet klaarmaken voor een trainingssessie, elke keer is dat wel... ze er wel even mee bezig, achteraf douchen, alles daarbij. En daaraan ben je met een training van een uur... Ja, meestal bijna twee uur kwijt eigenlijk. Hè, en, en dat, is, dat is soms wel een, een klein beetje het moeilijke, maar allez, ik doe het wel heel graag. Dus het is niet dat ik wil uh, nee. ook klagen over de, de trainingsarbeid. Is dat standaard bij triatleten dat je elke discipline sowieso elke dag traint? Ja, eigenlijk wel. De meeste, de meeste toppers doen wel allee, eigenlijk allemaal relatief gelijkaardige volumes. Dus en die, die 30 uur ongeveer. En ja op een week doe ik meestal 20, 21 trainingen uh, verschillende. Dus ja, dat is eigenlijk redelijk redelijk standaard voor korte afstandsatleten. Want die lange afstand, Ironman, die doen meestal. Eigenlijk gelijkaardige uren, soms een beetje meer, maar op veel minder trainingen. Die doen mm. meer lange trainingen. Dus, uh. Leg je eens uit voor de luisteraars die het niet goed kennen, wat het verschil is tussen de korte en de lange afstand? Ja, dus de, de korte dat is eigenlijk wat ik vooral doe. Um, dat is Olympic distance of soms zelfs korter, sprint distance. Uh, dan spreek ik over 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. En voor ons is het, het hoogtepunt eigenlijk ja, de Olympische Spelen. Dus elke vier jaar gaan de Olympische Spelen. Um, dat noemen ze de korte afstand, dat duurt nog altijd bijna twee uur. Mm -hmm. um, maar de lange afstand, dat is Ironman. Uh, en dat duurt ja, acht uur voor de profs, of nog langer voor, uh, voor de meeste uh, hobbyatleten. <laughs> 16 uur. Um, <laughs> ja, voilà, voilà. Ik denk, denk de cut-off is 18 uur of zo. Um, Wat is dat? Maar die is oh, kut Ja, je dat is gedaan. Dan worden echt niet ah, meer gekeken. Okay, nee, okay. Ja, inderdaad. Die hebben zo tijden dat, ze, dat als je in het zwemmen is dat twee uur of zo. En als je dat niet haalt, dan word je echt gewoon uit de kast gepakt. Ik <laughs> <laughs> dus een jaar getraind. Waarschijnlijk keihard die uh, gewoon zijn gezegd: nee, nee, ik kan dat niet doen, want ik heb binnen een jaar een Ironman. En dan kom hij binnen na twee uur en één minuut. Ja, ga maar naar huis. <laughs> ja, ja, inderdaad. Dus, ja, nog erger als je dan na het fietsen eruit gepakt zou worden. Ja, ja. Dan ook nog eens, Want die doen dan oh. 3,8 zwemmen. 180 fietsen en uh, een marathon lopen, dus 42 lopen. En ja, die hoogtepunt is eigenlijk elk jaar in Hawaii in oktober, uh, de Ironman, het wereldkampioenschap. En Dat is eigenlijk zo wat het verschil, korte en lange afstand. Maar je hebt nog nooit een Ironman gedaan, hè? Nee, ik heb twee halve Ironmans gedaan, uh, maar een volledige nog niet. En, en dat valt ook zo goed als niet te combineren met, uh, met korte afstand. Qua, qua trainingstechnieken bedoel dan? Bedoelen, ja, nee. voor, vooral eigenlijk uh, qua fysiologie. Qua um, omdat wij moeten nog wel relatief explosief zijn mm. en relatief die snelheid hebben. Terwijl een Ironman, dat is veel meer op je op, op, op uw, op uw uithoudingssysteem. Ja. Dus dat is toch wel ja, heel andere training. Die hebben die, die hoge snelheden niet nodig. Uh, allee, die lopen 14 per uur of zo, en wij lopen 20 per uur. Dus dat zijn wel... Allee, ja, daar moet je helemaal anders voor trainen, natuurlijk. Ja, want jij... Train je niet ook vaak op, op een heuvel of een beetje bergop om je explosiviteit ook uh, te verbeteren? Ja, 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 voilà. Um, allee, eigenlijk, dat is, dat is de reden waarom ik eigenlijk bijna nooit in België ben. Dus ik woon eigenlijk in het uh, noorden van Spanje, um, waar dat ik ja, veel betere trainingsomstandigheden heb, omdat ik daar wel die heuvels heb. Ja, waar ik woon in België is ja, zo vlak, biljartvlak. Ja. Um, en in Spanje daar heb ik, ik wel uh, ja, die heuvels, die bergen, die afwisseling om, om uh, ja, toch iets beter te kunnen trainen. Je kunt wel op de cross oefenen hè, in België. <laughs> ja, dat is waar. Ja, wij moeten zo dezelfde opsprong doen zoals, uh, zoals de cross. Uh, Eén keer nee, ik, per ik jaar, zijn, eind december. <laughs> ik ben eigenlijk geen, geen modderduivel, maar inderdaad, eind december is er... Uh, is er bij ons in Torp. Ik woon in Loonout, ja, ja, ja. een heel grote kras. <laughs> ja. so, dus, uh, bij de meesten gekend, vooral voor het, uh, het, het, hetgeen dat er in de tenten gebeurt, het zaafrestain. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik, ik woon zelfs binnen dat parcours. Wij moeten geen inkomen betalen. Ze bouwen het parcours rond jullie huis of. Uh. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Dus wij kunnen van, van, vanuit, ons, uh, vanuit ons huis kunnen wij de aankomst zien. En wij zitten juist op de bocht. En, Echt? Uh, dus je ja, hebt ja. al veel in die tenten gezeten. Nee, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, ik ben er nog, nooit, nog nooit in een tent binnen geweest daar. Ik ga altijd gewoon kijken. Ja, dat is verkezen. Mocht dat zeggen ze. Nee, dat is echt waar. Ik ben nog nooit in een tent daar binnen geweest. Dat is eigenlijk misschien toch wel gemist in mijn leven. Maar, maar je hebt het nog lang, hè. als je <laughs> athlete <atleet> waar. Ik <laughs> denk niet dat je tot je 50 gaat doorgaan. Dus, uh... Dat is optimistisch. 50 is misschien optimistisch, <laughs> maar uh, ik hoop toch lang door. Wat is waar de leeftijd voor zo'n explosieve triatleten? Oh ja, uh, voor die korte afstand begin ik nu toch wel. Allez, ik zal niet zeggen oud te worden, maar, maar dat is toch wel. Allez, um, als je 1,32 jaar bent, dan gaat, dan gaat het toch wel ietsjes achteruit beginnen te gaan. We hebben wel een aantal atleten die nog, nog ouder zijn en korte afstand doen, maar het zijn toch vooral die jongen. Um, maar dan Ironman, wat toch ook wel een, een, een doel is van mij om dat ooit te doen. Ja, daar heb je toppers die, die 40, 41, 42 hmm. jaar zijn. Sommigen zelfs nog ouder. Uh, Is dat een dus natuurlijke evolutie probleem. dat je van die explosieve, kortere, allee, Man, kortere triathlon eigenlijk evolueert naarmate dat je ouder wordt naar de meer volledige Ironman? Um, ja, ik denk, ik denk dat wel. Allee, ik bedoel, als jij, hoe jonger dat je bent, meestal, allee, als vanaf dat je 18 pakt ongeveer, zijt zij dat waarschijnlijk qua explosiviteit op je. Op je sterkste bena. Um, en dat dooft eigenlijk enkel maar uit gedurende je carrière. En die uithouding, dat blijft opbouwen gedurende heel je carrière. Dus het is ergens wel een klein beetje een, een logisch verhaal om na die korte afstand ook te gaan voor de Ironman. Maar uh, ja, de meeste atleten die wachten daar oftewel te lang mee of die zijn daar niet gemotiveerd genoeg voor. Dus dat gebeurt toch niet zo heel veel dat de... De toppers van de korte afstand per se de toppers in de lange afstand zijn. Dat mm -hmm. is ook een vraag van een fan: hè? van ja, wilt je überhaupt toen in je leven? En wanneer zou ja. je toen over nagedacht? Ja, ja, ja. En momenteel eigenlijk redelijk veel, omdat ja, het is een, een post-Olympisch jaar. Dat is een jaar dat je meestal uh, beslissingen neemt. Hè. En um, ik wil sowieso wel iets meer van die lange afstand doen. Dus ik heb dit jaar ook al een, een halve Ironman gedaan. Um, maar. Ik heb toch ook nog een open rekening met de Olympische Spelen, hm. vind ik zelf. Ik moet zeggen, je bent en... ben zesde geweest in Londen. Ja, in, in, in Rio. Je bent vierde geweest in Tokio. Ja. Ik ga ervan uit dat, stel dat jij een, een medaille had gehaald in Rio, dat jij misschien nu al wordt overgegaan naar. Maar inderdaad, ja. je, gezet, je hebt nog een openstaande rekening. Jij, jij wilt gewoon voor die medaille gaan in Parijs toch? Ja, voilà, voilà. Allee, ik, wil echt, ik zou echt nog één keer er alles voor willen doen. Um, ik heb ook veel veranderd in mijn omkadering nu. Dus ik zou nog één keer eigenlijk daar alles voor willen doen. Dus na 2024, dan denk ik wel dat die overstap uh, ja. en het is direct gaat komen. Het is maar drie jaar in plaats van vier jaar nu. Dus, allez, ja, dit, voilà, is voilà. ook voor inderdaad. inderdaad. Um, nee, nee, dat maakt het inderdaad gemakkelijker. Je hebt, hebt gezegd dat je nu in um, Girona woont, eh? Noord- en ja. Spanje. Sinds wanneer woont je daar exact? Um, sinds september 2020. Dus ja, Oké, okay, dat is nu niet. Kort? Nee, nee, niet super kort. Dus het... ja, met, met de COVID dat we die hmm. beslissing genomen hebben. Omdat, um, ja, daarvoor. Ik zat toen bij een internationale trainingsgroep. Zo, um, en wij reisden eigenlijk echt bijna van hotel naar hotel. Uh, van wedstrijd naar wedstrijd. Maar omdat wij daardoor in zoveel verschillende landen kwamen. Was dat eigenlijk ja, niet te doen met, met die corona-maatregelen. Om ja, datzelfde leven eigenlijk nog te leiden. En hebben we gekozen van. Op ons wat meer op één plaats te, te baseren en daar gewoon de, de regels te volgen: van, moet je binnen blijven, dan bleven we binnen. Uh, konden we niet zwemmen, dan konden we niet zwemmen, in plaats van altijd ja, te proberen: toch van ah ja, we kunnen naar daar gaan en, of dit. En, ja, dat had mm. geen zin op de, op de lange termijn. Er was ook een vraag een Fan, van, ja, sinds dat je verhuist eigenlijk, zie je je resultaten eigenlijk verbeteren, verbeteren, verbeteren. Heeft dat er iets mee te maken? Um, goh. Nu, sinds dat ik verhuisd ben, dat, dat weet ik nu niet per se, maar, maar sinds dat ik eigenlijk zo ben begonnen te trainen met die internationale groep, mm -hmm. dus dan, dan spreken we wel al over 2015, maar dan heb ik echt wel heel snel een hoop stappen vooruit gezet. Eigenlijk. Um, en ik denk, ja, daarbij was het vooral: uh, ik, heb dan, ik had dan altijd die betere trainingsomstandigheden, dus ik kan trainen in, in de bergen. Um, ik heb uh, beter weer ook in Spanje dat is wel ietsjes beter dat is ook weer tegenwoordig is dat mag je niet meer te doen <laughs> dat is waar dat is waar. <laughs> zo goed dat is maar je zit hier nu wel dus waar voilà. <laughs> nee nee inderdaad inderdaad en, en dan ook gewoon um, en met die met die trainingsgroep dat we hadden ik kon met de besten in de wereld eigenlijk meetrainen en ja, daar heb ik eigenlijk zoveel van bijgeleerd op redelijk korte termijn dat mijn niveau toen ook echt ja Heel snel uh, omhoog gegaan is. Dus ik denk vooral die factoren mij echt. Uh... Maar nu de weerveranderingen gedaan in uw entourage. Ja. En wat ja. houdt dat in exact? Um, ja, nu ben ik eigenlijk uh, teruggegaan naar uh, een Belgische trainer. Um, maar die is eigenlijk zelf ook verhuisd naar Girona. Ah, Oké. Okay. Um, ja, in, in triatlon is Girona eigenlijk ook wel een klein beetje een, een mecca. Dat is misschien hm. veel gezegd, maar. Um, Het is gelijk Monaco voor de fietsers. Monaco voor mannen zonder geld. Ja, ja. Is, ja. Nee, nee, maar dat, daar zitten eigenlijk. Dat is eigenlijk ook gestart met wielrenners. Dus er zitten heel veel profwielrenners zitten ook in Girona. Mm. Ik denk allee, dat er minstens 40, 50 profrenners ook wonen. Echt? Ja, ja. Dus allee, als je daar gaat fietsen, kom je bijna elke dag wel, wel een paar profcoureurs tegen. Um, en ja, Triathlon ook. De, de omstandigheden zijn er heel goed. Het is dichtbij een grote luchthaven en zo. En euh, ja, daarom is dat de ideale plaats. En die, die een een trainer, is ook naar daar verhuisd. En ik had het gevoel dat ik verandering nodig had. Dus ja, voor mij was dat dan een ideale situatie om dat te proberen. Dus je voelde daar nu al goed bij? Ja, ja sowieso. Allee, ik denk. Ja, dit jaar voor mij persoonlijk, qua prestaties, is het nog niet zo heel goed geweest. Buiten dan... Ja, je hebt mijn... toch in Dubai een vrij goede <laughs> ja, race gehad. Dat, dat, wel, dat wel. Dat was de seizoensopener. En toen hebben we ook echt ja, supergoed kunnen samenwerken met, met, met mijn nieuwe trainer, met Glenn dan. Uh, Glenn Polonis. Um, we hebben echt supergoed gewerkt. En, en ik voelde me echt ja, supergoed en, en klaar voor die race ook. En ik deed die race dan... Ja, dat was echt fenomenaal, Ik had zelf niet eens verwacht dat ik dat, dat, ik dat zo goed ging kunnen. Mm -hmm. um, maar dan eigenlijk mijn, mijn wedstrijd daarna zijn allemaal zo ietsjes minder geweest, omdat ik ja, heel veel kleine probleempjes gehad heb. Dus ik kijk eigenlijk wel uit ook om, om nu terug, ja, hopelijk snel terug, echt goed te kunnen werken zonder dat ik uh, ja, problemen had. Ik, heb dan, ja, ik ben, ben een beetje ziek geweest. Dan had ik uh, even een klein blessure in mijn lease gehad, waardoor ik niet goed heb kunnen trainen. Dan, um, als ik in een wedstrijd gevallen en ik mijn een enkel om me dus dan kon ik niet goed trainen, dan heb ik mm -hmm. nu COVID gehad. En die enkel doet terugzeer. Dus het is zo altijd ietsjes, iets geweest waardoor ik niet 100% in mijn ritme zat. Dus uh, ik denk dat we nog wel progressie kunnen maken. Met mm. de, Komt de er ook wel trainen. van als je vier trainingen per dag doet? <laughs> <laughs> ja, ja, voilà, ja die, die blessures, dat is natuurlijk wel, wel een risico daarvan ook. Hè. Dus, uh... Zit je veel bij de kine? Is er continu een, een kine bij u? Of... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, eigenlijk redelijk weinig zelfs. Um, waarschijnlijk soms te weinig. Um, maar eigenlijk vooral massage dat wij doen. En dan natuurlijk wel een uh, preventieprogramma ook voor. Uh, voor stabiliteit en, en een heel klein beetje kracht, niet veel, dat zie je ook wel aan mijn lichaamsbouw waarschijnlijk. Maar dat heb ik niet <laughs> Nee, nee. Nico is ontlachen. <laughs> totaal, niet, totaal niet. Dus omdat ik, omdat ik eigenlijk gisteren toevallig, toen ik was aan het opzoeken, was, uh, was ik op de containercup um, terechtgekomen en ik heb 50, 50 kilo had gebingen, of 55? Volgens, 55. 55? Volgens mij 55. En als je hem ietsje meer had ja, dan, dan had het misschien eerst eens geweest, maar hij wordt nu gepakt met zijn dus, uh... gant. <laughs> ja, Inderdaad, inderdaad. Dat bench dat, is, uh, ja, dat was een beetje gênant. Ja, oké, okay, maar de rest was niet genaamd, hè? Je zei, wel, je zei, derde aller tijden. Ja, ja, uh, inderdaad. Waar Clemelijn had, had, uh, had uh, 7,59 of zo, en jij echt, ja. 8, 8 minuten en 0 seconden. Dus... Ja, ja. En dan klopt, ja, Arthur Peter zit in ieder 7 minuten 6 of zo. Ja, dat dus was niet, niet, niet normaal, dat was maar, uh, normaal. Ja, wat dat jij had gepresteerd was al, was al waanzin, maar als hij dus een bench had, <laughs> dan had hij misschien. <laughs> Ik had, ik had dat uh, beter toch eens geoefend, want dat was, dat was letterlijk de eerste keer in mijn leven eigenlijk, <laughs> ja, dat, ik, dat ik, ik bencht. Dus, uh, ja, ja, grappig. Ja, ja. Maar ik vroeg me ook even, hey, want je woont dus in Spanje, um, allez, je woont er nu al een paar jaar, je nog vrij, vrij jong, je zijn 29, je wordt 30 mm -hmm. dit jaar. miste je, je familie af en toe dan, of, of uh, kom je genoeg terug daarvoor? Um... En speelt dat een rol? Ik bedoel, je doet het soms moeilijk? Dat valt, eigenlijk nog wel, dat valt eigenlijk nog wel redelijk mee. Allee, ik denk, uh, want als ik dan in België ben, dan woon ik ook gewoon bij mijn ouders. Dus dan, dan woon ik thuis bij mijn ouders in een ouderlijke huis. Dus ik denk daardoor eigenlijk, allee, uh, mijn zus die hier ook in Antwerpen woont, die ziet dat mijn ouders misschien bijna minder nee. ja. dan dat ik die zie. Dan omdat als ik dan in een week thuis ben, dan ben ja, ik. 24-7. Ja, buiten mijn trainingen dan ja. ben, ik, ben ik wel bij mijn ouders. Ja, ook, dus, 12 um, op zeven. Zich, op, op, zich ja, op zich was dat voor mij wel plezant om, om eigenlijk ja, naar Girona te verhuizen ook, en zo wat meer ook een, een, een eigen appartementje te hebben. En niet altijd van ja, hotel naar hotel en nergens eigenlijk een beetje mm. een, een thuis te hebben. Heb je daar een vriendin? Nee, dat wel niet. En de hierenvrienden? Non-officieel. Non nee, en de tinderalg is dat, <laughs> dat misschien wel, ja. ja. Dat wel, dat wel. Dat is veel knap maar ook veel met een snor. <laughs> Hij moet rusten tussen zijn trainingen, dat is wel wat moeilijk. Ja, voilà, 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 voilà. Um, Ik vroeg mij af, met je zei dat je niet altijd gevolgd wordt uh, door een kinney. bijvoorbeeld. Is dat een kinney dat jij individueel hebt, of is dat door de, met dat internationaal team met wie je traint? Of um, hoe is entourage? Want je hebt je individueel ja. trainer, of... Ik ja, 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 dus nu, nu ben ik dan veranderd van trainer, zit ik bij die Glen Polenis. En als wij, als wij echt op trainingskamp gaan, dat doen we nog wel af en toe. Bijvoorbeeld volgende week ga ik naar Font Romeu in de Franse Pyrenee op hoogtestage. Dan komen er zo een paar kines eigenlijk van hier. Maar meestal zijn dat wel kines waar wij een connectie mee hebben. Om ja, dat financieel gewoon ook haalbaar mm. te maken. In Girona dan heb ik, ik iemand waarbij ik terecht kan die... Uh, ay, ik zeg het daar, die doet vooral massagen, eigenlijk, maar dat is ook wel een fysio. En in België van hetzelfde ook. Um, en met Belgische team hebben we dan eigenlijk nog iemand aan. Dus ja. eigenlijk heel veel andere mensen, wel, wat, wat het soms ook wel een klein beetje moeilijk maakt op dat vlak. Mm -hmm. uh, ja, want dat is altijd iemand er... anders die, die misschien je lichaam niet volledig kent of, of een andere methode. Ja, vanaf voilà. dat ook altijd. En, en ja. soms is dat ook lastig. om ja, Nu bijvoorbeeld heb ik dan eigenlijk een klein probleem met mijn enkel. Van ja, waar ik echt terecht kan. Ja, nu, nu, morgen ga ik een keer naar de kine in Antwerpen dan nog. Uh, maar dan aan het einde van de week ben ik terug weg. Dus dan ga ik nog een keer naar de kine in Girona. Maar ja. dan volgende week ben ik in de Franse Pyreneeën. Dus dan is het weer een andere. En dat, is zo, ja, dat, dat maakt het soms wel een beetje moeilijker, natuurlijk. Maar. Uh, ja Financieel gezien is dat niet haalbaar om, uh, om echt iemand altijd met mij mee te hebben. Dus, uh. Gaat hij naar Toon of Sander hier in Antwerpen? Uh, naar een Toon. Maar nu is het bij de Sander want een Toon die is, uh, die is op uh, huwelijksreis. Die is juist getrouwd in Italië. Mm. Zo, dus, uh. maar is dat weer? Dat, ah, ja, dat is aan de Vlaamse K. Spirit. De Spirit, de Spirit, ja. Zou ja. 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 ook nog geweest? Of niet? Ja, een keer, ja. Klopt. Uh, ik vind altijd lachen, mannen. Ja, ja, dus Goeie Albuans ja, 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 voilà, ja. voilà. ja. nee want um. Ik heb van de sender een nummer gekregen voor, voor de podcast. Oké, ja, oké. Okay, okay. nee. ja, ik zit met een toon: die was in Ust-Wezel. Uh, waar het dan de 185 Coaching Center van Mark Hermans uh, mm. Die was daar, kine, um, dat is echt al heel lang geleden. En uh, ja, dan ben ik toch wat meegegaan. Want, de echte, echte goede, op sport gerichte kine's, dat is moeilijk om te vinden bij ons in de buurt. Mm -hmm. um, dus ja, dan maken we de trip naar Antwerpen af en toe. Ja, dat is niet superveel. Nee, maar dat is ook wel binnen de lage mm. emissiezone. Dus je moet bij de fiets. <laughs> hoor <laughs> ik wel. <laughs> zo kom je nog eens in een leuke stad. Ja, dat, dat, is <laughs> dat is waar. Dat is iets gaan eten. van beter. Want een keer moet je Nico maar eens bellen, kunnen we samen gaan lunchen. <laughs> ja, voilà. <laughs> ik voilà. heb eh, dat Florian vermezen. Eh... Als ze hem in is, belt hij mij om te komen lunchen. Maar... Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft nu ook een vriendin uit Antwerpen, dus dat komt wat vaker. Ah, voilà. <laughs> ja, ja, ja. Zo ziet hij. Ik vond dat dat hem vaak kwam. Ja, ja, ja. Schitterend. Is dat zo'n ding? met... Um, als je er niet over wilt praten, dan moet ik ook gewoon even zeggen. Um, maar in Triatland zit niet super veel geld, denk ik dan. Klopt dat? Maar dat is wel veel materiaal. Want je hebt je fiets, je klikker, eh, je, je, je helm, je, hebt je pak, je hebt je dingen. Ik, denk, ik neem mm -hmm. aan dat daar heel veel sponsoring tussen zit. Van het materiaal zelf. Mm -hmm. Maar daarna, alles wat dat entourage niet is, want elk detail telt. Hè? De, 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 ik weet niet of je dat je hebt, maar een fitnesscoach, een voedingscoach, een kinee, een, een, een dingetje. Uh, een gewone coach, een zwemcoach, een fietscoach. Of is dat een en Hoe ziet je entourage er een beetje uit? En ziet je daar nog mogelijke verbeteringen in als je meer financiële middelen zou hebben? Goh. zijn veel vragen ineens. Hè. Ja, dat is wel een moeilijke maar ik denk, wel, ik denk wel dat op zich, zeker nu met het niveau dat ik dan, dat ik dan vorig jaar en, en misschien het jaar daarvoor ook al haalde, en, en dit jaar dan. Um, op zich zou ik zeggen dat we niet heel slecht boeren als, als triatleten, omdat er wel zo nog redelijk wat verschillende inkomsten zijn. Mm -hmm. um, uh, we, hebben, we hebben eigenlijk nog uh, we hebben geen hoogprijzengeld, maar we hebben wel redelijk wat prijzengeld. We, we hebben geen hoog sponsorgeld, maar, maar uh, als je echt wel allee, een topper bent, dan kun je wel redelijk wat sponsors binnenhalen. Plus, eh, ik ben ook uh, te werk gesteld bij Defensie, onder topsoort Defensie. Dus ja. doordat ik zo van een paar bronnen uh, inkomsten heb, allee, moet ik zeggen dat ik, dat ik nu al echt uh, nooit verwacht dat ik dat ik deftig mijn, mijn leven zou kunnen leiden de, van de sport. Maar. Um, ja, die entourage dat is soms wel, wel iets moeilijker. Omdat um, ja. We wij, wij hebben eigenlijk met onze federatie vooral gekozen om. Allee, ik, ik heb daar niks in te zeggen, natuurlijk, maar een aantal jaar geleden zijn die uh, zo wat gedecentraliseerd binnen te werken. Dus iedereen krijgt zijn budgetje om zijn eigen coach te betalen, en eigenlijk zijn eigen dingen een je te doen. Mm -hmm. um, maar daardoor hebben wij zo niet echt. Um, Ene eene kine ja. dat wij overal mee naartoe kunnen pakken. Of, of, of uh, alles dat wij extra willen doen. Van testing en weet ik veel wat. Dat moeten wij eigenlijk allemaal ook op ons eigen nemen. En ja, van die echt wetenschappelijke dingen en een wetenschappelijke aanpak in de training, dat kost natuurlijk wel veel geld. Zo, dus um, ik, ik denk dat, dat je daar wel ietsjes, nog een ietsjes uh, vordering mee zou kunnen maken. Maar ik denk ook wel niet dat daar ergens echt... Uh, magie achter zit. Maar ja, als je kijkt naar het wielrennen bijvoorbeeld, wat, wat die allemaal uh, uh, krijgen en, en die omkadering, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En, mm -hmm. Ik weet het eigenlijk gezegd niet of dat, dat wie, echt... Uh, wie, wie, geeft, of, dan, of welke organisatie of welke persoon is verantwoordelijk om dat inderdaad een beetje efficiënter te laten... Ja, ik, ik reken daar bij mij nu vooral op mijn coach over. En, uh, ja, maar, maar omdat dat nu individueel is, zeg je altijd, je moet individueel alles regelen. Maar is er, niet, is er geen. Er is toch een, een, een Vlaamse bond van een triathlon. of een Belgische bond van een triathlon. die dat, die dat misschien iets efficiënter kan regelen voor iedereen? <laughs> oh, ik weet nu dat. Uh... <laughs> Effectie, weet efficiëntie in Vlaanderen, België. Dat is, dat is altijd ja, dat moeilijk, is hè? Dat, is, uh, ja, dat is waar. Bij, bij ons ook, want ik denk bij, bij hockey is dat wel niet. Hebben jullie niet zo één, een Belgische federatie ja. en geen Vlaamse? Ja, we hebben een Belgische federatie, hebben nog uh, gelijk, uh, ja, gelijk de Belgische voetbalbond bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dan wil ook nog de, de Vlaamse Liga en de Franstalige Liga. Ja, maar okay. dat is meer een kwestie van, Dat moest eigenlijk, want in de politiek is dat zo verdeeld. En laten we zeggen dat ze in Vlaanderen geen geld meer gingen geven mm -hmm. voor een gebouw hier in, in, in Vlaanderen. Terwijl dat er eigenlijk ook zo gezegd. Waalse clubs van konden profiteren. Dus ja, voor ja. meer geld te kunnen krijgen, moesten ze eigenlijk splitsen. Pure subsidie -wise, ja, ja, voilà. Okay. Maar eigenlijk daarboven, boven die Vlaamse liga en die Franstalige liga, werken ze eigenlijk nog als één geheel, maar die ja. hebben heel weinig... Concreet, de uh... amateursporters in de hockey zijn ofwel alleen in Vlaanderen of alleen in Wallonië. Ja, okay. Vanaf dat je in een bepaald niveau terechtkomt en dat je zegt van oké, okay, de... Dat is erenklasse eerste, eerste, tweede klasse en dan heb je nog zo'n opening, denk ik, alleen eren. Ja, maar dat is puur sportief eigenlijk. Wat dat is nu puur betreft. sportief. Maar eigenlijk voor organisatorisch... Je komt, ja, okay. Kom je in België terecht en dan speel je ja, tegen ja. andere ja, federaties. Maar puur organisatorisch komt eigenlijk alles van de Belgische hockeybond, die, die eigenlijk alles probeert te combineren nog. Ja, dat is waar. Die heeft wat meer de ja. truitjes in handen. Ja, ik denk, ik denk dat je da daar wel wat meer efficiëntie in wint tegenover ons. Ook, ja, ja, ja. Want bij ons is dat echt volledig... Allee, nu gaat dat eigenlijk redelijk, dat redelijk goed. Maar toen ik begon uh, met zo'n internationaal racen, 2013, 2014, toen was dat letterlijk. Flamin uh, en Waal zouden in een ander hotel zitten. Mm. Dat is echt absurd. Hè. Andere landen begrijpen dat ook niet. Hè. Van, allez, het is toch een Belgische team? Wij ja. zitten in een ander hotel. Nee, je draagt dezelfde truikjes, maar je zit wel in een ander hotel. Ja, voilà, dat is echt absurd. Nu, de laatste jaren, zijn die wel veel meer uh, naar elkaar gegroeid. Ik denk ook mede omdat dan uh, de, de toenmalige coach. Uh, zo de Belgian Hammers heeft opgericht. Hè, dat we ja. ook zo'n een, een ja. naam en een team hebben. Wat dat, wat dat wel echt iets doet. Allee, dat, 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 dat geeft vroeg, wel aan de cultuur. Dat vroeg ik me trouwens ook even. Belgian Hammers. Dus de enige Belgische ploeg dat je kent zonder een dierennaam <laughs> ja Want daar toch op. We hebben daar ook jaren over bezig geweest. Jaren over gedacht. Van, we moeten een kleur en een dier hebben. <laughs> een kleur en een dier. wat kunnen we een pakken? Maar dan eigenlijk, die, die coach dus. Uh, Nick Balus was het dan. Die zei voor elke race altijd: Hammer down. Ah ja, oké. Okay. Hammer down, mannen. En zo is dat dan eigenlijk gekomen. Hebben we, dat, ja, dat was dan, uh, we waren dan gedacht van: Hammer, ah, Belgian hammers. En dan, dat was het EK uh, in Glasgow vier jaar geleden. We hadden toen goed gepresteerd ook en dan hebben we dat kunnen lanceren. Maar. Uh... Ook geen kleur mee, jullie zijn kleurenblind. <laughs> Nee, nee, voilà, voilà. Kleur, dat hebben we ook niet gevonden. De, ik zie oh, je, echt is je echt... outfit wel. <laughs> ja. hebben <laughs> een kleuren van allemaal. Nee, ik vind het grappig dat je gezegd dat we het kunnen lanceren omdat je goed hebt gepresteerd. Dat is echt een dramatisch EKs geweest. En vanaf nu noemen wij de België. Ja, dat was een beetje genaamd geweest. <laughs> ja, voilà, voilà, inderdaad. We hebben dat dan direct, ge... we, we hebben dat echt ja, letterlijk gewoon gevraagd en we werden dan geïnterviewd. En we hadden gewoon gevraagd van ja kunnen ons, ons in de gazette en kunnen ons op sport en kunnen ons uh, <laughs> de Belgian noemen. En die zeiden, oh, 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 oh. Die vinden dat zalig, Ja, en ze doen het ook, hè. He? Ja, 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 ja. Dus, En, en ey, ja, ik denk dat dat ook wel... Dat is tof, wel, zoiets hebben ook, hè. Dus. <laughs> ja, u... zijn part u, of the game. Uw is inderdaad heel kleurrijk. Uh, ik vind ja. Het ja. trouwens een geweldig mooi pakje. Um, is dat individueel van u, of zijn er nog anderen die exact hetzelfde hebben? Nee, nee, dat is, dat is individueel van mij, eigenlijk. Dus... Um, uh, ja, dat is voor, begin vorig jaar ben ik eigenlijk zomaar op, op mijn eigen begonnen. Daarvoor zat ik altijd bij een triathlon team. En ik ben eigenlijk begonnen met ja, mijn eigen sponsors te zoeken en ook een beetje werken aan, aan mijn eigen identiteit. En we hebben samengewerkt met een, uh, een branding agency van hier in Antwerpen ook. We Want More noemt dat. En um, samen met mijn manager dan, Bram van den Broek, hebben we dat ja, zo ontwikkeld. En... Um, ja ik denk dat dat wel mag ook in triathlons, soms een beetje bekend toch als ik zal niet zeggen een saaie sport maar uh, ja als je vier keer per dag moet trainen dan zit je een saaie mens eigenlijk hè? dus uh, <laughs> probeer het toch een beetje te laten zien nee, dat ook dat ook nee, het is cool leuk, kan het is leuk en er was ook iemand die vroeg um, als je binnenkort gaat veranderen van pakje en als er een nieuw leuk concept komt qua kleuren en qua stijl of heb je nog geen idee uh, ja, jawel, jawel. Ik, ik heb nog geen idee eigenlijk, maar ik zou het momenteel ook nog niet direct te veel willen veranderen, omdat allee, ja, het is ook niet dat ik zo bekend ben dat het al uh, household outfit is, bij wijze van spreken, maar zo een, een kleine veranderingske zou ik zo wel willen doen. Ik denk, als je kijkt naar wielerteams ook, meestal blijft het, 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 het concept een beetje hetzelfde, maar kleine veranderingskes aanbrengen. ik denk... Ja, dat, dat wil ik wel doen. Dat ja, mag je zijn. Ja. Nu meer op weg naar education first uh, dan uh, een soort van. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk. Die waren ook wel een inspiratie. Hè. De, en je, hebt nog een, je hebt nog een aantal teams, maar niet op het hoogste niveau dan, die echt zo heel coole, heel coole dingen hebben. Legion of LA's of zo. En, ook. Um, en nou, daar hebben we wel wat inspiratie van gepakt ook. Oh, ik vind dat nice. Moet niet, moet niet saai zijn ook niet. Hè. Bedoel, mm. oh, ja, saai, je hebt beide kanten even aan het vragen. Je mensen die heel graag heel. Yeah. flasje en heel ja pakjes hebben en je hebt dan mensen die meer naar de soberheid toe gaan, Dat hebben mm -hmm. we ook hè, mm -hmm. dat is, ik weet niet, maat van mij Mattie, is een fiets, ik weet niet meer ik ook begonnen, vuisthoed, dat is ook met allemaal zo meer pastelkleuren en zo, dat is heel sober, mm -hmm. maar dat is ook heel in, wat je ziet wel dat de mensen heel hard gaan evolueren naar beide extremen. zo de gewone mm -hmm. normale wielerpakjes. minder en minder heb ik de inderlijk. Maar die pakken zijn ook, allee, je het, je het heel veel, allee, ik zeg nu maar iets, Trek, Sega, Fredo bijvoorbeeld, ja, die zijn altijd zo hé, wit met zwart, um, dat zijn misschien ook die merken die zich zo willen um, wat zeg, ja, promoten, en die zijn ook zo, ik denk, dat de nu dat zijn de jij, dat ze wie jij bent. Snap je, jij, je hebt nu wel een paar sponsors en zo, maar uiteindelijk, dat is wie jij bent, en ik vind het dan leuk dat je dan iets probeert uh, ja, een beetje uit het water te komen. Hè. Ja, ja, voilà. En ik, in het begin was dat wel zo, allez, een aantal van mijn sponsors ook, die, die zo wel dachten van hoy, oh, <laughs> <laughs> zie je dat? Dat is flashy, <laughs> dat is flashy. <laughs> maar uh, ik moet zeggen dat die, dat die allemaal uiteindelijk ook gezegd hebben: maar oh, dat is toch wel hey, toch echt wel cool. En, en ik, ik moet zeggen dat ik, ik zelf zelf, als ik het allereerste concept zag, dat ik toch ook even uh, een nachtje over moest slapen. van... Uh, <laughs> Wil dus... ik dat? En dan, maar dan dacht ik van ja, eigenlijk wel, het dus, is bedoel. Het Verkoopt, is cool, het hè? Wat Verkoopt het ook? Verkoopt het ook? Nee, we verkopen het niet. Mm. Dus uh, ay, dat, dat is wel iets dat ik. Um, ay, ik ben ook wel bezig met merch en zo. Dat zit ook in de pijplijn. Maar uh, ja, ik zou dat wel willen op zich ook wel gewoon op de markt te brengen. Maar dat is ook met die, ay, met die kledingpartner dat ik dat moet zien. Um, maar ik heb wel heel veel mensen gehad, ook al die. Die erachter vragen. Mm. Ik heb ook wel mensen gehad die wel zeggen: van afschuwelijk is dat. Zoals je zegt, er zijn echt, er zijn echt voorstanders he? en, ja. en, en, en tegenstanders. Dus, uh. Maar ja, misschien beginnen voordat je met Merge begint, om uh, je website terug uh, op gang te smijten. Want nu magtemaarheel.com echt niet meer zo goed zijn. Ah, nee? Nee, nee, nee. Oei, oei. Gewoon shutdown, denk ik. Echt toch ja, ja, deze website bestaat niet meer. Of Ik weet niet wat er staat, oei. maar het gaat niet. Dan moet nee. ik eens met een Bram uh, ja. bespreken. Nou, maar je ziet, die, die is niet op uh, verlof in uh, de Filipijnen nu. Ja, ga Het zal dat zijn. Hij heeft een in de Filipijnen, sindsdien heeft hem geen wifi-connect. Hij heeft een website <laughs> verkocht, <Ja. laughs> hij Die is weg, we. we. ook. We. Die is bij alles weg. Hij heeft een hoedje gekocht. Check de bankrekening eens even. Ja. <lap> uh, de, de. Uh, goed. Met, uh, er is ook een, een, een vriend van ons trouwens die, um, die vroeg: um, Was het zo vermoeiend in Tokio dat jij met zonder sponsor op je borst moet rondlopen? Wat wow. staat er op je borst in het schrot? Toyota's. Hij zei... Hij, zei hij dacht dat er stond Tokyo Tires. Ah, nee, dat, dat is een ander merk. Dat is een ander merk. Dat is ook een ander merk. Dat is ook een merk. Nee, dat is Toyo Tires. Maar het is ook wel een Japans bandenmerk. Zo, okay. dus, uh... Ja, slechte mop. op. is weer een In Tokyo <laughs> mogen wij, wij Wij mogen niet met sponsors lopen, hè? jullie toch ook niet... Uh... Ah ja, juist. Er mag, ja, eigenlijk... mag niks op, hè. Zo, dus, uh... Stond er niks van jullie bij zijn sponsors op? Uh, nee, nee, dat is een de dat is Een kledijsponsor, apart, zeker? Ja, ja. ja, ja. Maar fietssponsors nee, nee. mocht wel, En ook uw stik mocht wel. Hè? Vroeger mocht dat niet. Hè? Wat dan? Vroeger, ik weet nog, in Peking bijvoorbeeld, denk je dat stikmerk moest er af? Serieus? Denk dat wel? Ja, dat mocht wel. Ja, Ik, dat ik er weet. dat er geen enkele sponsor niet. Nee, Nee, we hadden gewoon een, een t-shirt met uh, het logo van Team Belgium en daar stopt het bij. Hè? Of misschien waren er sponsors van Team Belgium op dat. Dus dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, bij ons is dat dan bijvoorbeeld... Ja, ja. Uh gaan ze het niet vermelden. Ja, nee. het is, geen, het is geen persoonlijke part. Het, het kledijmerk zat er dan ook wel. Ja. En dan gewoon België, uw naam. Mm. Het kledijmerk, je moet maar geld betalen dan <laughs> als je ooit... In de fjond, jij hebt niet podcast. Voilà, voilà. voilà. Wij zijn ook gesponsord door een kledijmerk. <laughs> Ja, vertel. We, we zijn deze ja, dus morgen naar Uniqlo geweest. We hebben okay. een nieuwe partnership cool. met Uniqlo. Dit dus, uh, is onze, de eerste keer dat de eerste we... De outfit dat Uniqlo. Uh, Ik dacht dat jullie er zo goed yeah, uit uh. Ja, maar Thibau heeft nog een communistreks. <laughs> ja, okay, okay, okay. Hé, hey, dat is toch nice? Come on. Nee, hey, stop. <laughs> Zeker. Hey? Goed. Zakelijk. Goeie calls, jong. Goeie Dat is een topwinkel. Ik geweest, maar... Ik denk dat 90% van mijn kleren er ook vandaan komen. Deze partnership gaat een goede worden voor mij, present heel goed. Ik zou graag naar het begin gaan eigenlijk, um, want ik weet uit research dat je is begonnen met zwemmen, hè? dat is wat mm -hmm. je voorbeeld deed. Um, en ik denk te weten, ben je zeker? Maar in mijn ogen zijn er heel veel van de triatleten die begonnen zijn met zwemmen. Wat maakt dat zo belangrijk dat je goed kunt zwemmen voor een triatlon te noemen? Het zijn eigenlijk drie disciplines. Maar mm -hmm. je ziet toch dat de meeste goede triatleten zwemmers waren vroeger. Ja, inderdaad. Um, dat klopt om. Ik... Eigenlijk een simpele reden. Zwemmen is een technische sport. En, en hoe jonger dat je dat aanleert, hoe gemakkelijker dat, dat aan te leren is. En je hebt een aantal atleten die daar op latere leeftijd mee begonnen zijn. Maar voor de toppers spreken we dan nog over, over 16 jaar misschien mm -hmm. uh, mee begonnen zijn. En die dan meestal nog wel een soort van zwemschool al gehad hebben. Dat je echt geen achtergrond hebt, dat, ja, dat kun je gewoon nooit in aan. Omdat dat bijna een puur technische sport is. Natuurlijk, um, daarna komt er ook een beetje kracht bij en uithouding en zo. Maar uh, ja, dat is eigenlijk als je zes jaar zit, dan leer je dat echt spelenderwijs. Want ik was eigenlijk altijd een hele slechte zwemmer. Ah, maar zwak? als ik dan in triatlon ben overgegaan, ja. Waar <laughs> Blijkt dan, uh, dat wow. een van mijn sterktes te zijn. Ah, dus zijn uh... jij, is is een van je grote sterktes zwemmen? Ja, mijn sterkte is eigenlijk ook mijn zwakke punt. Dat is dat ik, dat ik in de drie disciplines eigenlijk heel goed ben. Maar eigenlijk om op de korte afstand medailles te winnen moet je eigenlijk gewoon een beste loper zijn. Omdat mm. dat, um, ja. soms, soms vatten ze dat wel eens een beetje samen als, uh, als een loopwedstrijd voor capabele zwemmers en fietsers. Omdat uh, Na het zwemmen komt meestal alles wel samen. Maar hey, dat niveau ligt ook nog hoog in het zwemmen. Hè? Ja. Maar um, uiteindelijk ja, wordt de medaille uitgedeeld in het lopen. En in het fietsen mogen wij in groep rijden. Dus, uh, is, dat, is, dat een foute, is dat een foute samenvatting als ik dan zeg dat je eigenlijk in het zwemmen um, eigenlijk gewoon energie moet, allee, of zo zuinig mogelijk moet kunnen meegaan met de toppers, en dat je dan inderdaad, omdat je dan technisch beter bent, dat je sinds jongs af aan ermee bezig bent met zwemmen, dat je dan eigenlijk gewoon, ja, puur op, ga niet zeggen spaarmodus, maar dat je eigenlijk meer energie nog hebt om te starten mm -hmm. met fietsen en het lopen? Ja, voilà. en, en ook gewoon in, in het zwemmen. Je kunt de wedstrijd er niet in winnen, maar je kunt er wel in verliezen. Ja, zeggen ze vaak. Dus wij staan mee, mee, op de speel staan we met 55 aan de start. Zelfs op een scenario als alles samenkomt, zoals het in, in Tokio gebeurd is, zijn er altijd nog wel een man of 5 à 10 die de boot daar al missen. Dus ja, daar moet je echt wel zorgen dat je die er niet bent. Mm -hmm. um, maar ja, ik zeg het dat is echt gewoon. Ik denk zeker niet dat ik de meest getalenteerde zwemmer ben, maar omdat ik dat dan vanaf mijn. Ik ben begonnen op zeven jaar, denk ik. ben beginnen doen. doen, ja, is dat eigenlijk zo van, vanzelf toch in orde gekomen. Mm. Maar waarom komt dat samen? Is dat omdat je komt, ja, dat water uit en okay, je hebt je exchange, maar dan begin je te fietsen. En als je eerst weg bent, dan zit je alleen. En omdat de rest begint samen te klitten en samenwerken totdat ze de eerste hebben ingehaald, is dat daarom of hoe moet ik dat zien? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus, uh, en, en tegenwoordig, um, want triathlon is eigenlijk een redelijk jonge sport. 2000 was onze eerste keer op de Spelen. Tegenwoordig ligt dat niveau zo dicht bij elkaar dat wij met die 55 man uh, binnen de 30 seconden of rond de 30 seconden uit het water komen. En eigenlijk zijn wij dan ja, een, een, een peloton benaar. Gewoon. Hm. Dus er zitten altijd wel een kleine gatjes tussen. En in heel veel gevallen, niet altijd natuurlijk, soms zijn er wel brokken en stukken. Um, maar heel vaak komt dat dan inderdaad allemaal samen, omdat die, ja, die mannen daar achterop zitten, die, die hebben wel een wiel om, om van te profiteren. En, ja. Parcoursen zijn vaak niet selectief genoeg, spijtig genoeg. Mm -hmm. uh. Maar als je dan als eerste zwemmer eruit komt, eigenlijk vissen je bij wijze spreken op 60% totdat ze je, je inhalen. Allee, of 80%, maar we gaan ja. niet proberen om alleen weg te blijven. Als je weet dat er 20 man aankomt. Om alleen weg te blijven, dat proberen we ja, nooit. Maar wat we wel proberen is, want ik ben meestal wel bij de eerste zomers uit het water, om ja, dan eigenlijk van voor iets te organiseren. En het, en het toch zo moeilijk mogelijk te maken. Maar uh, ja, spijtig genoeg voor mij is momenteel de dynamiek dat, de, dat er bij de achtervolgers meer sterke fietsers zitten dan, ah, ja. dan van voor. Ah, dat is wel zonde. Dus, uh, en, en dat is echt wel. Het, het probleem een beetje, je kunt nog zo'n sterke fietser zijn, je kunt het niet alleen doen. Hmm. Um, dus in de Ironman mogen ze niet in groep fietsen. Hè? Nee, nee, daar mogen ze het niet. Dus Stel dat dat, dat, was, dat voor jou wel voordelig wel. geweest Ja, voor mij had dat. Ja. Want dan kom je eerst aan het water, je bent ja. een, een sterke fietser. Ja, dus ja. ik denk dat ja, fietsen, fietsen misschien ja, mijn sterkste punt is. Ah, wel, is, dus, dus dan kom je aan met het lopen en dan je al 35 minuten voorsprong <laughs> en dan. <laughs> zeg, dat zij er al beginnen, ze denken al klaar. Nee, nee dat, dat, zou sowieso, dat zou sowieso in mijn voordeel spelen. Wel, hè. Dus, uh, ik maak het me eigen eigenlijk moeilijk doordat ik die korte afstand uh, een zo goed wil doen. We <laughs> starten een petitie. starten een petitie bij de internationale uh, triathlonbond. Ja. Heel vroeger was dat, hè. dus eigenlijk voor die spelen. Maar ik weet niet waarom dat ze dat dan veranderd hebben. maar Ik de, denk dat dat de kijkers, moest, om dat op de spelen te krijgen, de kijkers, moest je ja. dat, uh, dat, dat stijren, noemt dat, ja. toelaten. Want daarvoor was dat, waren die WK's en zo ook uh, kwart-afstand. Maar dat was dan dat, we, dat je niet in groep mocht rijden. Dat is saai om dat te zien, hè, als je niet in groep rijdt. Ja, 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 inderdaad. Dus dat heeft al sowieso daarmee te maken. En je ziet dat toch, dat meer en meer ook de disciplines op de Olympische Spelen. dat er toch gekeken wordt naar, ja. naar die zaken. Ik bedoel, basketbal 3x3. Ze praten over hockey 5 v 5 Rugby 7 v 7 Dus toch meer en meer kijken ze naar wat er interessant is voor, op TV. Hè. Mm -hmm. Denk ik dan toch, Olympisch gezien? Ja, misschien wel, maar ik denk dat, ik denk dat die sporten zoals, zoals hockey en basket. is misschien ook gewoon kleiner entourage, dus minder investering. Dat ze ook minder atleten in het dorp moeten verwelkomen, zou ik zeggen. Mm. Um, Zo, echt niet meer, denk 100%. Ik, bijvoorbeeld, een hockeyveld, dat kost veel geld. Hè. Als dat maar een halfveld moet zijn, ja, dat is ook een, een, een besparing, bij wijze van spreken. Ik denk oh. uiteindelijk, zij moeten toch het materiaal en, en ze hebben de weg nodig. Dus ik denk dat voor hen niet veel uitmaakt. Um, het is, het is misschien spannender als ze, dat, als ze niet mogen stijren, maar ja, ik weet niet. Maar ik vroeg me af: is, is dat moeilijk stijren? Ik kan mij niet, uh, niet inbeelden, dat ik, ik, ik weet niet, is dat 5 meter, is dat 10 meter, 15 meter afstand van elkaar? Dat is, dat is als je niet mocht stijren. Ja? Dus dat is non-drafting. Dat, ah. dat is voor die lange afstand. Dat is bij Ironman en zo. Hè? Ja, en op hoeveel meter is dat dan van elkaar? Ja, je hebt twee regels. Dus je hebt, de ene regel is 12 meter. Ja. Dat is bij Ironman zelf. Die hebben 12 meter van de, van de voorwiel tot de volgende voorwiel. Dus daar kun je ja, ook zeggen 10 meter tussen. Mm -hmm. um, maar tegenwoordig beginnen er meer en meer races te komen waar ze 20 meter moeten tussenlaten, ah, ja, zeker bij de profs. Uh, omdat dan ja, 10 meter uh, ja. maakt nog altijd echt een heel groot Tuurlijk. verschil. Ja, ja, ja. Um, maar je zijn niet moeilijk, want ik zou. Ik zou als ik alleen fiets, zou ik mij concentreren om gewoon volle gas te geven. En als je dan iemand op 12 meter is bijvoorbeeld of 10 meter, dan zou ik, ik weet niet zonder het te weten ineens op 2 meter zijn en dan moet ik, ik weet niet, of ze geven een waarschuwing of, allez, ik weet niet hoe dat werkt, maar ik zou daar constant mee bezig zijn en ik zou daar veel energie mee verliezen om op die 12 meter te blijven. Is dat niet lastig? Ja, ja dat, is echt, dat is echt, heel lastig. Dat is echt heel lastig, want dan, hè, die twee keer dat ik een halve gedaan heb, dan moet je dat, moet je dat ook doen. En, um... Op de spelen ook? Nee, 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 op de spelen niet. Dan moet hij gewoon nee. in een pak zitten. Nee. Ja, ja, dus... De spelen is een kwart, hè? ja. ja, ja. Sorry. Dus de halve, dus de Ironman dat ik gedaan heb, daar moest je dat wel doen. En uh, ja, ik, ik speel het altijd veel te safe wel. Dus ik laat veel te veel tussen. Maar ik merkte toen ook wel altijd dat ik zo Je ja, ge, het eigenlijk heel de tijd. Want zoals je zegt, ik kwam dan zo een keer terug tot op 10 meter wel. En dan moet je echt precies gaan recht zitten en in je remmen indrukken. Om je terug te laten uitzakken en meer tussen te laten. Maar je moet er toch voorbij? Ja, maar je wilt er misschien niet voorbij. Dat wel, maar je wilt er misschien niet per se voorbij. Want als je echt op 10 meter exact rijdt, dan bespaar je nog altijd wel heel veel energie. Dat is echt, echt zot eigenlijk. Hoeveel energie dat je dan nog. Dat je bespaart nog altijd echt 5% van je van, van wattage. En, en hm. op zo'n lange wedstrijd, als je 5% kunt sparen, dat is, uh, ja, dat is gigantisch. Dus ja. ja. Um. Op welke leeftijd zijn we begonnen met triathlon? Ik uh, denk dat ik 15, bijna 16 was dat ik begonnen ben. Dat was dan echt al, dat was mee? Eén keer per dag iets trainen dan? Dat is iets nieuws? Um, ja, ja, toen, ay, daarvoor trainde ik. Ik deed alle drie de sporten apart al, maar dat was echt heel onserieus. Alleen dat zwemmen dat was iets serieuzer, maar ik zwom ook niet zoveel. Uh, vier keer per week of zo, waarvoor. <laughs> Ja, voor topzwemmers is, <laughs> is dat heel weinig. Hè? Op die leeftijd, als je dat vraagt, dan weet ik veel een Pieter Timers of zo, die, die liggen, die liggen op, hun, op hun 14 15 liggen Die liggen al ja. s morgens in in twee uur in het zwembad en s'avonds twee uur in het zwembad. Ik ook Dus dan ja. zelf ook dat je niet snapt dat je dat niet ja. al zijn leven <laughs> nee, nee, dat is zijn even lang. Nee, dat snap ik ook niet, want zwemmen, dat doe ik ook niet graag. Maar, nee, dus um, maar dan, ja, dat, dat is eigenlijk heel snel redelijk serieus geworden, die, die triathlon wel. Uh, mede omdat Marc Hermans legende mij onder zijn vleugels genomen heeft. Um, ja, was dat wel ineens dan toch overschouwd om daar ja, zeker wel één keer per dag iets te trainen, elke dag. En in het weekend dan twee of soms ook al drie keer. We mm hebben -hmm. dus, uh... ja, het gezegd, eh, Mark Hermans, dat was je uh, allereerste coach of je had een, een, een triathlonploeg opgericht mm -hmm. met Marc Hermans als... Coach of als leider of inspiratie? Of... Alles. Alles, eigenlijk. Dus dat was de, dat was de coach, de, de, de manager van het team. Ja En voor, voor mij ook een gigantische inspiratie. Hè. Maar uh, het, het doel in het begin van het team was eigenlijk vooral omdat hij... Uh, had een, een, een neefje, een Thijs Ribbes, een heel goede maat van mij was. Vanuit die zwemclub ook. Mm -hmm. um, en Thijs is zo... Ja, nee. Ik ben ook echt een speelvogel, maar... En Thijs is echt ja, nog, nog een aardige <laughs> voor hem misschien. En die had zo, toch ook wat meer interesses uh, buiten de triatlon. Zo uh, gaan drinken en, uh, en, uh, en, en vrouwen. <laughs> Zullen we zeggen. Um, ik vind het dat je nog een beetje, een beetje probeert te kalmeren. Maar ik kan ja, er wel eens bij uh, voorstellen. Ik ga <laughs> me in een uh, verhaal dat uh, Ik wil hem geen slechte naam geven. Nee, dus uh, en Thijs die een... Um, ja, die, die had hij echt nodig. Die had gewoon nodig om, om wat maat te timmen, om die sport mee, mee te kunnen doen en dat plezant te houden en zo. En uh, ja, dat is dan echt heel goed gegaan. Hè? Want die, die Thijs was echt... Ja, dat was echt ook een super, super talent, um, Hij is uiteindelijk dan wel ja, gestrikt door het studentenleven. Die <laughs> <laughs> stopt met triathlon, maar... Uh, maar dat waren wel echt ja, ja, fenomenale jaren om uh, samen te trainen met, met zo'n groepje Onder leiding van Mark en met schema's van de Mark ook. Uh, ja, dat was ineens echt wel. En daar ook weer is dat niveau echt van heel rap. Van allez, als ik 15 of 16 was. Ik denk niet dat er iemand uit mijn omgeving zou gedacht hebben dat ik ooit prof kon worden in triatlon of in, in, in een sport. Dus, ja. uh, Waarom niet? Ja, ik was ook een heel klein mannetje, dus ik zeg het in dat zwemmen, ik was er echt niet zo goed in. Ik was dan heel klein, waardoor ik ja, in, in het fietsen en het lopen ook niet echt opviel. Um, en dan heb ik eigenlijk ja dat is samengekomen. Hè, dus ik heb dan een beetje met een groeispurtje gekregen, en dat ik dan bij de mark begon te trainen, met die maten samen trainen. En, en ja, ik denk na, na een jaar. Uh, Deed ik dan mee voor, voor de Belgische titel al en zo? En was ik juist niet naar de Jeugdolympische Spelen gemogen en zo. Dus dat is echt ja, mm -hmm. heel rap gegaan toen wel. Is dat, ja, het, welk jaar was dat? Sorry. Ja. Dat is 2000, eh, de Jeugdolympische Spelen was 2011 ja, of zo? 2000, dat Singapore. Ja, ah, maar dan waren wij samen dan. Maar ja, ja, nee, ik die... was er niet bij. Hè, dat nee, nee, was, nee, dan uh, hadden we samen. Thomas Juris Thomas Juris was er toen, hè? Dat ja, ja. diegene die we hebben gezien en op de 3x3. Ah ja, ja, weet je nog? ja, ja, ja. Die heb ik in gezien. inderdaad. Ja. Dus in ja, ja. 2000, 2000... Was dat 2011? Nee, 2010. Dat was 2010, ja. ja inderdaad. 2010 was eigenlijk zo mijn, mijn eerste jaar dat ik het dan echt, uh, ja, echt wel goed deed. Um, en ik denk 2008 was dan uiteindelijk dat ik gestart was ongeveer. Mm. Zet je dan zo van het motto hard work pays off? Is het allemaal met hard werken gekomen? Of is het toch wel vrij rap goed gegaan? Maar wat nonchalance. Ik, de, ik, denk, ja, ik denk een klein beetje van, van beide. In triathlon je moet je echt wel hard werken, maar ik ben wel redelijk nonchalant ook en, en, en laks. Ik ben zeker niet de, de perfectionist, maar ik denk dat het ook wel komt omdat ik het zo graag doe. Mm -hmm. en, en ik probeer er altijd zo dat, dat uh, plezante aspect ook bij te houden. Zoals ik zeg, van, hè, vroeger met die maten dan samen trainen, ja, dat, was gewoon, dat was gewoon de max. Ik had geen behoefte om, om, om na het school. Uh, Um, achter de poort te gaan rondhangen met, uh, met, met mijn maten. ze Ik wou naar huis gaan om, om, om mijn training te gaan afwerken met de maten. En dat was dan ook wel... Hè? Dat was ook, ja, die trainingen waren mijn plezante dingen. En ik denk... Dat is heel belangrijk in, bij ons in onze sport, om, om dat, dat plezier daarin te hebben. En ik ben redelijk nonchalant en lax in, in, in veel dingen. Um, maar... Dat is wel mijn sterkte, denk ik, dat ik het ja, zo graag doe. Mm -hmm. En zo op restaurant gaan mijn vrienden of pintje pakken in de week. En dat ding dat je af en toe doet. Of probeer het totaal niet te doen. Of totaal geen moeite mee hebt om het te moeten laten gaan. Ja, Pinten pakken, dat doe ik nu niet echt tijdens het seizoen. Mm -hmm. um, maar af en toe of na, en na een wedstrijd gebeurt er wel eens af en toe dat we. Dat we wat gaan drinken. Dat lachen vind ik al fantastisch. Ja. Hè? Dan weet je dat het niet één pintje is. Hè? Nee. Twee, twee. Ja, ja. Nee, dus... Uh, maar eigenlijk, ik, ik heb niet echt... Allee. ik vind dat dan echt enorm plezant. Mm -hmm. Om ja, na zo'n wedstrijd, zo als beloning, dan iets te gaan doen. Uh, zo... En we hebben dus ook de off-season. Dat is zo twee, drie weken dat wij echt heel weinig trainen. En gewoon ook wel twee, drie maanden dat we wel eens uh, een kunnen gaan drinken. Maar... In die periode vind ik dat eerlijk gezegd minder plezant om iets te gaan drinken dan na die wedstrijd, dat ik echt het gevoel heb van oké, okay, ik heb het verdiend. En dan, ik weet niet, je zei zo nog uitbundiger, nog... Mm -hmm. ja, je ze echt los en, en dat is wel... Aye. Dan vind ik dat veel plezanter om dan te drinken. En, en kan ik dat op die andere momenten eigenlijk wel ah, gewoon loslaten zonder dat ik dat echt, uh, echt mis. Maar oké, op restaurant gaan met, met maten en zo, dan nu wel, Um, hmm. maar dat moet ik ook wel zeggen dat is ook een van de redenen waarom ik wel in Girona heel goed zit nu is, en er zitten heel veel sporters dan ook en, en je hebt daar veel meer in de cultuur van overdag iets te gaan doen en overdag een koffie te gaan drinken of te gaan lunchen of weet ik veel wat tegenover thuis, ja mijn mate van thuis, en die in thuis nog altijd bijvoorbeeld een van mijn beste mate. Ja, die werkt heel de week keihard in een bouw en dan vrijdag en zaterdag gaat hij wel los hmm. maar ja, dat zijn dan de dingen dat ik wel, wel moet opofferen en niet kan doen. Mm -hmm. um, dus hier thuis is dat al meestal moeilijker om, om iets te gaan doen met mijn maten. Maar uh, in Girona bijvoorbeeld, heb echt, ay, daar valt dat heel gemakkelijk te combineren. Dus je bent. Ja, je bent eigenlijk gewoon ontsnapt aan de realiteit door gewoon in, in Spanje te gaan wonen. Je beschermt ja, je eigen eigenlijk af. Ja, ja, een klein beetje wel. Een klein <laughs> beetje wel. Een klein beetje wel. Ja, dat is mooi. het je zei ook ooit... Opgepakt geweest? Had dat ook met alcohol te maken? Of, uh... <laughs> um, ja, ja, ja. Dat had inderdaad... Uh, ik had een, een pinch te veel op. <laughs> Toen was hem nog de speelvogel. <laughs> ja. Dat is nog dat nonchalante kantje, nog een <laughs> beetje meer. Ik, ik weet zelfs al niet meer welk jaar dat dat was. 2015 of zo? 14? Ja, en ik zal was... een keer kijken of op je strafblad <lacht> <lacht> Nee, nee, daar staat niet op, daar staat niet op. Maar ik was... Uh, ja, ik in, was in, in Leuven, denk ik, in Leuven zeker, in het stadspark uh, over, over een muur geklommen. Eigenlijk redelijk onder de indruk dat ik dat. Dan ga ik en onder de uh, muur. Maar ik raak er, er niet meer uit. Nee. Dat is waar. Die raakte niet terug. Maar, maar een wat was er aan de andere kant van die muur? Was dat een privé domein, of? Ja, dat, dat was volledig ommuurd, maar dat was echt zo van die, van die, van die, zo van die yeah. zo eigenlijk Maar dat was echt vier meter hoog. Dus maar wat was daar? Dat was iets. Een park, dus dat was een park binnen. Oh, oké. Okay. En dat was volledig ommuurd dan. Maar ik raak daar niet meer uit. Dus jij graagde in het park, maar niet uit het ik, ga ik in het park en niet uit en Via een voetje of... En ik zei dan... Nee, nee, ik, ik zeg het, hij ja indrukwekkend nou, wel. In hun zetten In hun zetten En ik ben dan eigenlijk mijn klopje beginnen krijgen in dat park. Oh, nee. <laughs> maar dat was mijn toenmalige vriendin wel, die was er wel bij. Maar die stond aan die andere kant, dus die kon ook niet veel doen. En uh, ja, die was zo in paniek. En die was dan terug naar het feestje gegaan al, om iemand anders te gaan halen. Maar dan had de parkwachter... Uh, had dan gespot dat ik daar binnen nou, ja. zat. En uh, ja, politie gebeld. Ja, van alles is daar gebeld. Ja? <zittert> een de brandweer, eerst hebben ze een brandweer gebeld. Omdat je. <racht> da dat snap ik ook wel niet. Dus de, Die kan <zittert> de parkeerwachter gewoon opendoen. Nee, maar die had de sleutel dus niet. Die parkwachter had de sleutel niet. Dus de brandweer heeft moeten komen om de open te knippen. dat slot. <racht> dat is ook absurd. Um. En dan, uh, ja, dan is de politie toch ook gekomen. En is het opgepakt? En, ja, maar ik, had, ik was eigenlijk... Maar nee, ik was eigenlijk wel echt oké. Okay. We hebben ook gezegd met, met mijn vriendin... Dat van, ja, die zei van... Ik breng hem wel naar huis. Die is oké. Okay, die maar, is echt oké. Okay. Ja. Maar ja, dat, dat mocht toch niet. Nee, dus, dus je hebt uh, nachtje in Kajot geslapen. Ja, ja. En? Ja. Dan, dan ja. zitten zijn ja. liever niet oké. Okay, dan... Levenservaring, hè? Allee, ik bedoel... Ik, ik, ik het erover meespreken? Nee, nee, op, totaal, of, uh... totaal niet. Maar ik bedoel, oh, ik, zou niet, ik zou niet gejeneerd zijn om te zeggen dat ik dat ooit heb gedaan. Alsof, <laughs> allee, ik weet niet. Dus. Um, ja, ja, ik zou dat ook niet super erg vinden. Nee, nee. Dat is ook nog wel iets grappig dan. Ja, ik was nu wel... Dat, dat laat dan wel zien hoe zat ik misschien dan toch wel was. Ik dacht dat die, dat die, dat die, die rotzakken mij daar geen een matrasje gegeven hadden, maar die matras stond blijkbaar tegen de muur. En ik had die gewoon moeten omleggen. Maar ik heb hem dus op een betonnen bank geslapen gewoon. Dus ja, ja misschien dat toch nog wel ergens terecht was. Toch een beetje, ben, ja. uh, nacht erna? Ze ik... laten nu altijd pas in de namiddag vrij of zoiets. Dat is wel vrij lang, dat schijnt. Ja, ja dus ja... Mijn, mijn maten toen en, en mijn toenmalige vriendin die waren mij dus gaan zoeken. En die hadden aangebeld bij, bij het gevangen in Leuven. Maar het echte gevang. <laughs> maar ja, je ziet daar niet natuurlijk. Hè. Dus, uh. Ja, en die konden mij ook niet bereiken, want ik had mijn gsm niet bij. Ah, nee, die zat in een um, in, in plastic zakje met de rest Ja, nee, nee. <laughs> ik deed dat, mijn vriendin had die, ah, voor okay. een andere reden. Maar, en dan, ja, dus ik had niks om die te bereiken, ook niet. En dan heb ik, ik, uh, ja, dan heb ik helemaal in, in blote, blote bast, in bloot bovenlijf. Uh, heel de ring van Leuven moeten afwandelen nee. om, om, om 11 uur s morgens. Hoe ga je het geen t shirt meer op de druif, Ja, nee. Uh. Vraag me niet hoe dat dat allemaal gebeurd is. <laughs> Vooral het beter en beter. <laughs> gewoon. Vraag me niet hoe dat dat allemaal gebeurd is, maar ik had dus... Uh, ja, nee, dat, nee. En het was echt... Dat ja, het was, het was in november of zo. Dus het was echt nog wel... Het was eigenlijk ijskoud Heel de ring af moeten wandelen, zin dus ik nog twee mensen tegenkomen die ik kende ook. Daar, ja, gênante ervaring. Ja, maar ja, achteraf kun je er wel nog wel wat aan Een bangelijk dus. verhaal. vind uh, ja. echt een bangelijk verhaal. Uh, maar uh, ja, we gaan nee. even verder hè? Hey, op de tijdlijn. Dus in 2011 word jij dan Belgisch kampioen bij ja. de junioren? Ja, 2011 dan. Uh, en vanaf dan, ja, ga je het alleen maar naar beter en beter toch? Ja, allee, dan heb ik eigenlijk één jaar zo ietsjes moeilijker gehad. Wel. Um, in 2012, als ik dan geen junior meer was, heb ik eigenlijk, ja, ik kreeg ik geen ondersteuning van de federatie in dat jaar ook niet. Wat eigenlijk ergens wel gek was, want het jaar daarvoor was ik dan 17, dus op het EK ook. Allee, dat klinkt niet heel zot, maar mm -hmm. dat was wel uh, de beste Belgische prestatie sinds tien jaar of zo. Maar het enige was dat er toen een andere Belg, die Jelle Geens, mm -hmm. die ook nog altijd uh, heel goed presteert. Die toen tweede was. Dus ja, mijn prestatie werd gewoon oh, pff, verwaarloosd. Verwaarloosd. Ja. Dus ja, daarop had ik eigenlijk geen ondersteuning. Um, en in 2012 word we wel al prof? Nee, 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 nee. nee. Dus ik ben, dan, ik ben dan beginnen studeren ook. Maar pff, ik, kon niet, ik kon dat allemaal niet combineren. Dat is, uh, voor mij is dat heel moeilijk om zo, uh, mij op twee dingen te concentreren. En, dus ik kon dat studeren en die sport zo niet echt combineren. Uh, maar aan een geluk had ik nog een paar heel goede resultaten wel in 2012. Uh, waardoor ik dan in 2013 um, uh, de Mark Hermans ook weer mij ondersteund heeft om twee Europabekers te doen in een triathlon. Mm -hmm. um, dus heb ik mijn eigen tickets naar daar betaald en, en hotel en weet ik veel wat. Um, en die zijn dan eigenlijk heel goed geweest. Dus zo was ik dan wel uiteindelijk terug, heel rap, wel terug bij het Belgische team. Um, maar 2012 had zo iets meer ja, een, een struggle wel. Ook intern dan met dat verhaal van ja, studeren en, en, en prof worden. Ja. Het is niet gemakkelijk, zeker ja. niet in een kleine sport. Zeker in dat begin uh, om dat te doen. Maar, en ja, ik weet dat onze ouders en ons altijd wel vrij hard gepusht om toch te blijven studeren. Is, is, allez, vooral bij mij dan, want die boven, was een goede student. Ja. <laughs> um... Ik was nog minder een sport, Maar... <laughs> maar i, i, ja op een moment als je dan zegt tegen je ouders van kijk ja ik wil er mee stoppen is het dan oké okay, of hebben ze het daar moeilijk mee of, of is er totaal geen druk langs die kant ja ik denk wel dat het daar wel een beetje moeilijk mee hadden, maar ik was sowieso wel een, een iets rebelsere student uh, de jaren ervoor in het middel, uh, einde van het middelbaar ook wel um, maar ja daar had het wel wat moeilijk mee dus dan, het was ook niet dat ik niet dat ik gewoon niks mocht doen dus ik heb dan ik ben dan eigenlijk in ja, 2013, is dat dan. Uh, heb ik anderhalf jaar gewerkt in de sportoasen, in het zwembad. Hm? In Leuven? Nee, je hebt er ook een in Brasschaat. Je hm. um, hebt er nu 16 of zo. Maar, <laughs> oh. ja. Ik heb er een in Brasschaat en ik werk in Brasschaat dan. Um, ja, ik heb daar dan anderhalf jaar deeltijds gewerkt, want ja, van mijn ouders niks doen, dat mocht ik wel niet. Wat deed hij dan? Wat, um, een badmeester? Of ja, gewoon redder. die dus, uh, lopen. Ja, ja, voilà, voilà, voilà. Ja. Maar maar dat vind ik nooit... Uh, nooit vind ik toen als je gewoon nog eens wat zwemmen erin en in het water spelen. <laughs> ja. Echter zwemmen. Nooit iets ernstigs moeten, nee. moeten doen. Oh, toch niet heel ernstig. Dat, dat is trouwens, sorry dat ik je onderbreek, dat is trouwens zo'n zo meme op, op Instagram vaak of op het internet van de meest ah, overbodige functie ooit. functie ooit. Dat is redder zijn op het, in een het, Olympisch Het in het Olympisch zwembad. Ja, dat ah, ja, juist, ja, ja, tijdens de ja, ja. Olympische Spelen. Dat is altijd super <laughs> grappig. Ja. Fantastisch. Dat kan online, altijd gebeuren. Ja, voilà, online is er toch tijdens... Uh, wat noemt dat ja. Zo, ah, dat ja, dat ze zo onder water zwemmen. moeten dansen. Synchroon zwemmen. Synchroon zwemmen. Is er toch ja. iemand bewusteloos geraakt? En, uh... Maar dan is de redder ja, de, er de, niet in gegaan. Nee, is, de coach is er eerst in gesprongen. <laughs> ja, dat is toch, toch overbodige functie. <laughs> <Vind ik> <laughs> al die coaches, oh. al die dingen, al die zwimmers. Ja. ja. Oh, kijk, die hebben het beste zietje van die ja. in. Dat is waar. De de badmeester, je stoel. moet er niks voor kunnen, want je moet eigenlijk niks doen. <laughs> je zit daar op die stoel in het zwembad. Maar die zeiden er dan anderhalf jaar gedaan. en dan... Ja, ja, ook ermee gestopt, of...? Uh, nee, dan heb, ik eigenlijk, dan, dan heb ik eigenlijk in dat anderhalf jaar... En zoals ik zei, als ik mij op één ding kan concentreren, gaat dat wel goed. Mm -hmm. Dus in dat anderhalf jaar zijn die sportieve prestaties echt ook wel... Allee, ineens redelijk uh, veel beter gegaan. Ik zijn dan uh, tiendes geworden op een WK-belofte. Uh, dan het jaar daarop vijfdes op een WK-belofte. Um, en dan heb ik zo een heel klein profstatuutje kunnen krijgen. Dat is zo met VDAB. Um, ik weet niet of je dat als kind dat statuut schit. Toen was dat eigenlijk nog alleen voor wielrenners. Dus zo Laurens Zweek heeft dat ooit gehad en ja, een hoop bekende, bekende wielrenners wel. Maar dat is eigenlijk gewoon uh, je mocht aan doppen zonder dat je moet solliciteren. Nou ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Um, maar maar, maar ik... waar is dat dan? Hoeveel, hoeveel krijg je dan? Ja, voor mij was dat echt bijna niks. Ik weet niet of ik daar in het zak gezet ben of zo, maar <laughs> omdat ik eigenlijk dan... Ja, je moet wel echt de regels volgen. Dus omdat ik vrijwillig deeltijds werkte, mm. en ik werkte vrijwillig deeltijds in de Sportwazen als redder, maakte ik ook maar... Uh, kon ik ook maar een half... half... Uh, half hoe noem je dat weer? Een half doppersloon. Ja, een, half... ja, een, ja, een uitkering. Een halve uitkering trekken. Dus dat was echt... Ja, ik heb denk Volgens mij een half jaar 500 euro in een maand of zo gehad. En dan, dan ging dat naar 300 euro gaan of zoiets. Ze zijn nee, dat bij... was na tien maanden, ging dat naar 300 euro gaan. Maar dan heb ik, ben ik eigenlijk bij defensie binnengeraakt, um, ook weer met heel veel geluk. Ja, mijn carrière net ook wel. Het is misschien voor het trouwens, dat fietsen maar een derde van je sport was. Ja, dat kan, dat kan, dat kan. Die wou mijn enkel op fietsen betalen. <laughs> nee, dus eigenlijk ben ik, ben ik dan redelijk snel. Want ja, dat was eigenlijk ja, financieel niks. Maar ook weer omdat ik dan eigenlijk thuis woonde. Uh, omdat ik materieel uh, en van, van dat team van marie Hermans dan uh, echt ondersteuning kreeg. Uh, had ik heel weinig uitgaven. Dus dan ja, ging dat wel. Um maar dan ja, heb ik eigenlijk bij defensie aan de slag kunnen gaan. Doordat ik dan vijfde was geweest op de WK. Um, en heel veel geluk gehad. Want ik was eigenlijk als vijfde geselecteerd en dan mocht vier man beginnen. Maar van, je moet wel zo ook. Uh, je moet zo'n hoop fysieke en psychologische testen doen. En iemand anders is daar dan ja, niet voor geslaagd, blijkbaar. De wakker. Uh, ik weet dat niet ja. Maar dat moet een andere atleet zijn wel. Maar uh, die was er niet voor geslaagd en dan hebben ze toch nog. Uh, mij gebeld, mm. Zit jij oproepbaar, stel dat er ineens een oorlog is? Theoretisch gezien wel, maar in de praktijk niet, omdat we daar, daar niet meer op getraind zijn. Je bent dus... ook gewoon totaal niet getraind in... Ja, ooit in het begin heb ik uh, elf weken die basisopleiding, de militaire basisopleiding, gevolgd. Mm -hmm. Dus uh, dan leert je alles wel, je leert ook schieten... Maar dat is, ja, het is een basisopleiding. Hè. En dan, daarna krijgen de echte militairen um, hun specifieke opleidingen voor de functie dat ze gaan doen. Dat heb ik nooit gehad. Plus ook, uh, ja, je moet je daar wel constant voor bijscholen. Ik, ik, ik hoop dat ze mij geen geweer meer zouden geven dat uh, acht jaar geleden is dat ik, ik geschoten heb. Uh, ik zou het graag nog eens willen proberen, maar... Uh is dat, of dat ik dat nog ik kan. Ik heb dat nog, ik dat ik heb nog het al gedaan, denk ik, op een vrijgezet. Ik, ik heb dat nog niet gedaan. Dat moet ja. ja, toch? Dat, dat dus, is een raar gevoel, of niet? Eh, 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 Vooral met een shotgun vond ik wel indrukwekkend. Dat hebben we nog niet gedaan. Dus, uh, de, wat is het, de kracht dat dat geeft. De kracht dat dat geeft. De, de, ja. de, hoe zeg je dat? De, ja, de, ja, die. die setback, de slag, een beetje zo, ja, de lichaam, zo, de, de, de die, die slag dat je krijgt, ja. eh, dat vond ik wel indrukwekkend. Of zo'n semi-automatic, zo drie dingetjes naar elkaar. Dat vond ik ook wel lachen. Ik vond het eigenlijk nog wel plezant om te doen. Maar ja, je schiet ook op een stuk papier in de muur. Je zit niet in een gevechtsituatie aan het gieten op een andere mens. Snap Ik weet niet of dat dan zo grappig zou vinden. Maar gewoon voor je zo... We hebben toch vroeger ook met die babyguns gespeeld? Wij schoten de hele tijd naar elkaar. Tot dat mama zei dat we zo'n buil moesten aandoen voor onze ogen te beschermen. Dat het niet misschien. Wij zijn schuur en dan hebben wij zo drie kampen en dan maar echt gravenkampen kampen en zo met ja. riego elks in zijn in zijn maar Thibaut was een oudste natuurlijk ja, dat hij dat beter kon dan ons ja heel logisch dat gemaakt. ja ik was inmiddels nee, de tweede dus dus oudste ik <laughs> denk dat, uh, uh, dat Louis toen even uh, gezien Maar inderdaad uh, ja, ja zo'n is... Dat komt wel ja, ja. ja. aan, zeg. als dat nu logisch is, ja, dat is eigenlijk wel levensgevaarlijk. Ja. Wij dachten toen, alleen we gaan echt wel geen bril dragen, maar nee. toch geen stop idee Achteraf <laughs> gezien, ja. wij we, we deden het eigenlijk vaak niet aan. Ja. Wij hadden ja. gewoon letterlijk blind kunnen enfin, oké, okay, niet overdrijven, maar... Ja, ja. Ja, dat deden wij wel, dat ja, was wel ja. plezant, maar okay. bon. Bij deze. Maar kijk, als Defensie luistert, uh, wij <laughs> willen wel eens tegen elkaar... Uh, <laughs> tegen op, elkaar op, <laughs> op een bepaald schietschijf. <laughs> Kies één geweer, geef een locatie en, uh... <laughs> En, ja, nee, niet tegen elkaar van in elkaar doodschieten. Ik bedoel, met drie op een rij en naar, naar een bepaalde... Naar iets smieken, hè. Ja, nee, ik <laughs> ja. vond dat ook heel plezant eigenlijk om, om te doen. Heel die opleiding is wel mm -hmm. echt wel een, een levenservaring. Maar ja, dat schieten, dat is wel... Ja, dat is, dat is wel plezant om... Wat dat uh, met drillen en zo, Brian? Wat We dat zo met drillen en zo? Ja, ja, ja. ja. Mm. Dus we hebben bepaalde drills gedaan. Dus we, do, we doen wel een beetje gevechtssituaties. Maar uiteindelijk, je schiet wel op een roos gewoon. Dus maar um, ja en dan met een volautomatisch geweer bij leren schieten, maar ay, je schiet dat nooit volautomatisch normaal gezien. Um, we hebben dat één keer mogen proberen, dat kon ik niet zo goed. Maar dat is echt gewoon. Ja ik ging echt naar boven gewoon. <laughs> maar ik vond vooral eigenlijk het handgewerken. Ik weet niet, niet meer juist hoe dat dat noemt. Maar het handgewerken. Een blok. Oeh jongen, nee dat is geen, geen geloof. Dat is ook van, uh, ook van FN herstel denk maar... ik. Uh, Daar had ik een heel naar een terugslag. Want als je, zo, als je de juiste positie. Je moet krijgt... eigenlijk naar beneden. Ik moest naar beneden, Mieke, om ja. je midden te kunnen in een Maar als je de juiste positie krijgt om met die FNC met dat volautomatisch geweer te schieten. Je zet dat goed in een schouder. Dan valt die weerslag wel mee, maar de hand. Ja, dat is puur op je pols eigenlijk. Ja, ja, dat was. Ik dat vond dat ook wel moeilijk en dan zie je de mensen in de film zo met hun handen geeft, zo allopen <laughs> ja, ja, ja. schieten ja kennen oké okay. ja, okay. of, of je veel raakt dan dat weet ik ook dat niet, weet ik maar, ook ja. niet. Ja. en uh, en de rest van die opleiding is ja zwaar Allee, bijvoorbeeld je hebt je hebt is er ooit geweest dat is voor de voor de paras denk ik is dat vergelijkbaar of totaal niet ik moet dat zien wat ik zeg. Maar ja, 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 nee. ik, vond eigenlijk wel, ik vond dat eigenlijk wel een beetje grappig van dat ze in Campo soms wat deden over. over ja, uh, ik zal zeggen hoe, de, hoe dat, hoe dat zo die, die overste tegen hun, mm -hmm. tegen hun soldaten doen eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat dat eigenlijk in het echt harder was bijna. Daar is, daar is dat psychologisch spel... En zo. En, 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 in mijn ogen is dat ook wel nodig, natuurlijk. Ja, hè, want in, in een, een oorlogssituatie... Mm -hmm. dat is serieus. Hè, dat is niet voor te lachen. Hè. Um, moet, je, moet je effectief ook wel ja, die hiërarchie en zo hebben. En, en... Uiteindelijk, ik, ik vond die opleiding heel hard meevallen, wel. Um, dus, het is zwaar. Het is heel zwaar voor mij, vooral het opstaan. Ik ben echt geen ochtendmens. En elke dag om uh, tien à vijf of zo opstaan. Niet mijn ding. Maar um, dat echt niet <laughs> fysiek gezien viel dat dan wel mee voor mij. Omdat het meest is... Het is vooral uithouding. Mm. Um, voor, voor ons, voor gewone, voor para's, is er iets meer kracht bij ook. Um, en we moeten wel met een zware rugzak kunnen wandelen, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is dat uithouding meer dan, dan kracht. Hè. Um, dus fysiek viel dat nog wel mee. Maar het is wel, het is wel pittig. De, er is trouwens... Een van die deelnemers van Kamplaas, die ik denk echt retlons, volledige, dus 8 ja, ja, retlons op 8 dagen heeft gedaan. Ja, ja. ja. Um, ja is dat iets wat je dan denkt van, maar graf, of... of allee, het is sowieso wel cool, ik bedoel echt op 8 dagen, allee, niet iedereen kan dat, hè, maar hoe kijkt jij naar zo'n prestatie? Um, goh. Ja, ik vind dat moeilijk, moeilijk te zeggen. Allee. Uh, ik, ik denk puur fysiek zou ik dat ook wel kunnen, denk ik. Allee, ik bedoel, uiteindelijk moet je er gewoon <laughs> de Go goesting voor hebben, ook, ja, ja, ja. uh, ook een klein oh. beetje. Om, om, om ja, want die kent zijn tijd ook niet. Misschien was hij heel traag. Nee, ja, wel maar, heb maar je over, hebt hè? bijvoorbeeld ook een... Maar, ay, dat is wel iets dat ik niet zou kunnen, maar je hebt er een, de Iron Cowboy noemt hem zijn eigen. Nee, je hebt er 100 op honderd dagen maar wel, ja Dat is wel echt niet normaal, maar... Ik denk vooral het aspect in zo'n challenge is bijna van, Je moet het maar willen doen. Nee, ja, is Want die, die gast, ja, die, die wandelt gewoon. Elke marathon wandelde die. Dus die was wel die een eigen cowboy dan. Ik, ik weet <laughs> niet. Cowboy. Ik die een nat is Ik iron weet niet hoe dat uh, Mathieu is. Dat niet. Mathieu, ja, ik, ik, Mathieu Bonnen is die van. Ja, juist. Ja. ja, Mathieu Bonnen. Ik weet niet hoe, wat tijden en zo dat hem gedaan heeft. Maar ja. op zich. Ja. Als je, dat, als je het bij wijze aan spreken, dat, dat fietsen rustig doe dat wandelen, dat lopen wandelt. Mm. Nee, maar het is ook vooral. Ik, ik, ik voel dat ook, want uh, Bashir Abdi is hier uh, ook op de podcast geweest. En hij vertelde wel na de marathon. Want die gasten gaan wel misschien nog een stukje sneller. Mm -hmm. Maar hij vertelde wel dat hij na de marathon. Ja, dat was zeker vijf weken, denk ik. Niks kon doen. Dat hem echt moest. Een Gewoon echt al zijn spieren moesten herstellen. Dus hij zou eigenlijk. Op zijn niveau, op zijn tempo, zou hij niet een marathon de dag erna kunnen lopen. Onmogelijk voor hem. En nu, nee. daar zit hij wel, hij zou dat ergens wel kunnen. Want ik weet niet of dat, als dat dan te maken heeft met het feit dat je dan twee kilometer per uur of vijf kilometer per uur sneller loopt. Dat dat nee, maar, maar ik bedoel dan als ik dat echt rustig zou doen, ja, ja, ja. dan zou ik dat kunnen. Okay. En een Bashir, volgens, volgens mij, kan een Bashir gemakkelijk tien marathons op rij doen als ik dat rustig doe, ja, ja. want die, de Bashir loopt ook. 200 kilometer in de week, wat dat eigenlijk neerkomt ja. op vijf marathons op een week al. Dat is waar. Dus als je dat echt rustig zou lopen, dan wel. Maar lopen, zeker als je hard gaat, is, is echt... Fysisch gezien, een, dat doet heel veel afbreuk aan je spieren. En dus is enorm blessuregevoelig. Dus denk daarom vooral dat je dat... Ja, ja. Echt hard lopen, dat kunnen niet... Uh, dat kun je niet... Maar als je als je er een tijd ervoor pakt en het rustig doet... Ay, ik ga het niet doen hè dus ik wil de keuze de challenge door. ook niet, niet disrespecten dus uh, het, is, het, is, het is enorm zot ik, ik zou gewoon niet zot genoeg zijn om eraan te beginnen ja. um. Heb je al die Subtoon challenge mm. gekeken van, uh... ja, ja 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 wat is wat dat ja, die onder twee uren van ah, ja ja ja, ja. ja want ik, dat was ook eigenlijk mijn vraag want je hebt ooit aangegeven dat je je eigenlijk een beetje je niet uw idool is maar een beetje naar wie je echt wel opkijkt als atleet ja ja ik vind dat, ik vind dat een hele allez, dat, die inspireert mij op een helemaal andere manier, want die is helemaal anders dan mij uh, wel. Dus ik vind dat heel inspirerend hoe dat die eigenlijk zo, um, zo simpel is, zo simpel kan leven en gewoon puur zijn plezier uit die sport haalt en gewoon alles ervoor over heeft, alles daarvoor doet. Dat, ik, ik, dat vind ik echt dat vind ik heel knap. Dat vind ik gewoon heel knap dat hij dat zo kan. Ik heb veel meer ook een, een speelse kant en mm. wat meer afleiding nodig en zo. Maar uh, ik vind dat heel inspirerend als ik mensen zie die, die dat wel kunnen. En dat, dat motiveert mij dan wel ook om van mijn eigen ook het beste te boven te houden. Ja, nou, ik vond dat soort in, in die documentaire: dat lijkt dat hij um, mentaal gewoon niet afzie. Dat vind ik net zijn kracht. Dat lijkt. Moest ik tegen hem lopen, moest dat mijn concurrent zijn en ik ben, allee, stel ik ben wereldtop en het is hij of ik voor goud. Ik zou gewoon mentaal afgaan, denk ik. Omdat hij, hij, hij zou naar u kijken: van ik ben nog niet moe zo en jij, en ik zou gewoon achteruit beginnen lopen, denk ik. Dat, ja. oh, die, die straat die, dat uit, vind ik. Die, dat zij dus ook, hè? Dat zijn, Je hebt die documentaire gezien of niet? Waarschijnlijk wel, maar. Je, die documentaire heel nu, in en die staat op Disney al. Plus, denk ik. We hebben niet eens allemaal gekeken, hè. Die van die next challenge ja. van 102 uur? Hè? Ja, en um, die zijn waardes waren eigenlijk niet zo ziek zotter dan de anderen die ook meededen met de die De testen challenge. op korte termijn. Op, ja, ja, ja. op de testen, hè, bedoel ja. ik. En die zijn adem- en bloedwaarden en dingen. Als je het mij goed herinnert, natuurlijk, kan verkeerd zijn. Schiet me niet af. <laughs> um, maar gewoon, die zijn mentale weerbaarheid is zo groot dat hij dat zo lang kan volhouden, maar dat heeft totaal niks met zijn waardes te maken. Die kan ook gewoon heel diep door het rood gaan, precies dat dat voor hem niks is. Hmm. En dat, was, dat maakt hem zo zot, dat die zijn mentale weerbaarheid om iets te, te doen lukken, dat dat gewoon zo groot is. Ja, ja. nee. Ze, Want ja, zelfs Bashir zei dat hier op de podcast ook, he, Die zei ook van, ja, Parijs, Kipchoge, eigenlijk... Tokio was eigenlijk al te laat voor hem. Maar schrijft hij mensen gewoon nooit af? En ja. die kerel blijft maar gaan, dus die zegt, ja, Kipchoge, Parijs, waarom niet? Ja, ja. Nee, nee, inderdaad. Ik denk, dat, dat zie je bij ons ook heel vaak, zeg het... Mannen die dan op training waardes doen en wattages trappen en, en in het lopen veel twee max hebben van 19 nee, en wat is het allemaal. En op wedstrijd is dat heel vaak dan toch dat die geklopt worden en, en dat je echt denkt van oei, ja, uiteindelijk op een wedstrijd is het toch, toch inderdaad nog zoveel andere factoren dan het puur uh, fysiologische dat, uh, uh -huh. dat iedereen terug kans maakt. Dat was ook een vraag van een fan. Van een fan. Was, uh, of jij traint op lactaat of op vermogen? Ja, sinds dit jaar, dus met mijn nieuwe trainer, zijn we ook een beetje op, uh, op lactaat beginnen werken. Wat ik voordien echt totaal niet deed. Um, maar dat hangt allemaal samen eigenlijk. Hm. Dus ik train inderdaad wel met lactaat ook. Hè, maar lactaat, dat, dat moet ze zo meten uh, met een bloedmeting. Dus dat, moet je, dat kunnen niet. Um, dat kunnen niet on the spot meten. Mm -hmm. Dus het is niet dat je dat op, op je meter kunt zetten. Nee, van... ze doen je testen en dan zie je dat je op deze hartslag moet. Voilà, van. voilà. Dus dat hangt eigenlijk samen. En je kunt tijdens trainingen af en toe wel eens uh, dat lactaat ook meten, maar dan moet je wel altijd in je oor of in je vinger prikken en dan mm -hmm. in dat machientje even wachten. Um, dus dat hangt eigenlijk samen. Dus je doet meestal een test en, en een paar keer verifieer je dat wel, maar effectief tijdens je training gebruik je wattage. Mm. Uh, Jij koppelt eigenlijk je lactaat aan een bepaalde wattage, of wat? Ja, ja, mm. ja, inderdaad. En in het lopen koppelen wij ons lactaat aan een bepaalde snelheid. Of ook weer wattage, want tegenwoordig heb je ook wattagemeter voor het lopen. Um, maar dat is niet dat je op hartslag loopt? Nee, eigenlijk heel weinig. Um, maar dat is dan vooral omdat ik een heel raar hart heb. <laughs> dat is <ik laughs> een lage, ja. hele lage hartslag. Hoe dus, is je hartslag in rust? In rust is het uh, niet zo heel laag. Allee, wel 37 of zo, hè. Maar, uh, maar dat is niet extreem, extreem. Maar het hoogste dat ik kan raken is 155. Op als u, echt... als jij gewoon stiek kapot gaat? Ah, ja, dat, als, ik, als ik 155 haal, dan, dan, je dan, 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 dan hang ik over mijn fiets. Ah, ja, op mijn fiets kan ik dat zelfs niet halen. Dan haal ik misschien ja. 152 of zo. Maar dan ben ik gewoon volledig stiek, stiek kapot. Op mijn diepste gegaan. Um, ja, dus dat is, dat is heel moeilijk om. Bij mij op, op die hartslag, de trein om mijn hartslag, altijd een klein beetje variabel is voor hoe moe dat je bent En um, ik kan bij wijze van spreken drie minuten 30 per kilometer aan het lopen zijn en op hartslag 146 zitten al en dan op hartslag 148 loop ik misschien drie rond. Bijna. Mm -hmm. En omdat dat, omdat dat zo'n groot verschil in tempo is en zo dicht bijeen ligt qua hartslag, is dat bij mij heel moeilijk om daar. Uh, ja. Ik dat vind eigenlijk het heel uitzonderlijk wat je nu zegt, want dat je een max hartslag hebt van 155, dat is zegt, altijd 220 min leeftijd zo gezegd is je max, dat is waanzinnig laag, maar is, heeft dat, ja, wat zeggen de herspecialisten daarover, ik ben daar allez, gewoon curieus over, is ja, dat, dat oké, okay, dat is gewoon uw bouw? Ja, ja, voilà, ja, ik heb dat ook al een paar keer gevraagd, van, ja, ik komt dat hier, zo, Allee, ja. ook gewoon puur uit het interesse van, ja, heb, heb ik een groot hart of zo ik weet dat niet, maar, maar ook niet per se. Ah, dat is ook niet per se. Um, maar allez, dat zal natuurlijk wel relatief krachtig moeten kloppen, want ja... Maar dat verandert niet aan dat. uw levensstijl voor de toekomst toe? Of ik weet niet, dat is, dat is niet bedreigend nee, of nee, schoon? Gewoon... Nee, ik heb, ah, ik heb nog, nooit, uh, nog nooit enige problemen gehad. Nee. Um, ah, ik vind dat zo Dat is echt het eerste dat ik zoiets nee. hoor. 155... Dat moeten moeten 65 jaar oud voor zijn. <laughs> ja, er zijn mensen met een heel lage hartslag in het algemeen. Je hebt ja, toch heel veel verschillen. Het zotte, ding enige wat ik nog nooit had gehoord, is dat je zegt van 146, 148, hoeveel verschil dat is in wat je toch nog kunt doen. Ja, ja. En dat is wel... Ja, want maar... is die, als, ik, als ik nu echt rustig loop... Allez, mijn hartslag is ook wel laag, hè, maar... Tegenover, tegenover uh, maat waar ik daarmee train, ook goede atleten, is dat niet per se zoveel laag. Dus dat, als wij nee. rustig lopen en heb ik misschien naar zeg 120 of zo, en die hebben 125 of zo. Mm -hmm. Maar die raken wel tot 190 of zo. dat is echt gek, bij mij ligt dat. Ja, dat ligt heel dichtbij bijeen. Uh... Ik heb een maat totaal niet sportief hè, Maar die zijn uitzang in rust die is 90 en die raakt tot 210. Precies. Oh, ja. <laughs> ja, ja, 210. Ja, ja okay, ik snap het, maar ja, 155. Ja, dat is waar. Allee, ik bedoel, uiteindelijk is dat dan blijkbaar iedereen voor zich een beetje. En zolang je het weet van je eigen. Maar als, als jij, stel dat hij dan 200 is, is hij misschien dan, ik zeg maar iets, 90% of 95% van zijn capaciteit. Ja, ja. Dat men zegt, oh rustig nu. Ja, nee, ik ken dat 210. Dus gewoon te weten voor je eigen. En als dat dan geen gevaar brengt. En toen is uw hart al in rust, weet 39, denk ik. Volgens uh, de aura -ring. Ja. En die heb dan nu. Ja, ja, ja. Maar ik heb hem even uitgedaan. Oké. Okay. Ja, voilà. Dat is gezien. Ze Nee, je moet het alleen maar aan doen als, als ze slapen. Dus, uh... nou, maar eigenlijk een aura Ik dacht dat jullie nu zo'n hoep gingen hebben. Nee, een aura. Droeg ja. ja. jij zo van die wearables in? En... charmin Ik oh, had het niet schot uh... op hun. Uh... <laughs> ik kan nu niet aan, maar is uh, de, is de ik sponsor? heb mijn fietscomputer. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nee, allee, eigenlijk. Um, ja, allee, mijn slapen zou ook echt moeten verbeteren. Want ik ben echt een slecht slaper. Maar. Uh, um, Nee, ik probeer ook niet te veel, want als triatleet zit al zoveel met bezig. Ja, ja, ja. Ik probeer dat ook wel nog een klein beetje soms, soms in te perken. Hm. Vooral naar mijn eigen toe. Naar mijn coach wil ik wel. Die analyseert ook al. Als ik ja. kijk niet altijd heel veel naar wattage, weet ik veel. Wat, maar je kunt je daar zo in verliezen, zoals ik er straks ook zei. Van, allez, ik zie dat heel vaak dat mijn wattage veel lager is dan anderen. Maar op wedstrijd raak ze er wel allemaal af, bij wijze van spreken. Ja. Of, of, of als ik heel de racer zit, zit op kopterrein. En dan die, die andere die de hele tijd in de groep gezeten heeft, die komt dan af met een hogere wattage. Dus ik probeer er ook niet te veel naar te kijken, omdat dat vooral maar in uw hoofd kan, kan kruipen. Nee, Bo, niet. ik zeg het. zeker voor amateursporters. Je zijn toch heel veel mensen, amateursporters die treplons ook doen. Zo van die wearables, dat kan wel handig zijn. Uh -huh. like Garmin. Ik denk dat de meeste van mijn vrienden ook wel Garmin hebben. Mm -hmm. ja, het is sowieso heel handig. Ik zeg het is, het is essentieel voor training wel, hè, maar mm -hmm. je kunt je er ook in verliezen. In dat je echt te veel dingen gaat zitten analyseren. En, en vooral niet, dat is niet per se erg, maar vooral. Het gevaar is nu een beetje met Strava zo dat je je altijd gaat vergelijken. Dat is ook een vraag van een fan. Niet al uw trainingen zitten op Strava, hè? Nee, dat is, maar ik heb dat ook gezien. Sinds nu, sinds 26 juni, die gaan niks meer op Strava gezet, denk ik. Dat zou kunnen, ja. Wat heb je gezegd? zijn trainingen zitten allemaal op Strava? Ik denk het niet. Ja, ja. Ik zeg het, de triathlon is echt een sport voor datafreaks, hè. Maar... Ja, ik, ik moet voor mijn eigen ook zo'n beetje uitzien dat ik mijn eigen daar niet zo in verlies. Uh, met, dat, met dat vergelijken, zoals ik zeg. Uh, ja. en, en vandaar dat ik nu even, even daar een beetje minder. Maar... Op zich kunnen de, posten, de ben en daar niet naar kijken. Hè? Ik denk dat de fans vinden dat fantastisch om waarschijnlijk met u te vergelijken. Dus nee, dat, is dat, is waar, net... dat is waar. Zelfs als jij er niet naar kijkt, ik, zou dat... Allee, ik denk voor uw fans dat het altijd leuk om. Mag je dat automatisch om... linken, hè? Aan ja, ik, in... ik heb dat automatisch gelinkt. Mm. Dat loopt nog altijd, maar ik heb dat gewoon. Dat, dat, automatisch hij, moet ook, dat privé hij moet dan ook synchroniseren. Zit. Nee, 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 nee. Ik heb dat, dat dat automatisch op privé, op privé zit. Ah, okay. ah, ja, ja, ja. Dus ik heb alles wel staan. Want uh... oh, als je dan dat een vriendin probleem. begint te krijgen, dan staat er ineens nachtactiviteit bij. Nee. <laughs> We hebben dan een keer gedaan. dat was. was... Mag jij wachten of Margo? Nee, dat was, Margot, dat was maar Go. dat, was dat, dat was, um... vriendin van Nico uit iets van sportje vrij laat s'avonds en er stond automatisch een link. Nachtactiviteit. Wij waren hier, wij kijken naar <laughs> een serie, en zij, zij was hier met de, met de fiets op de... Op de zeg ja, de, ja. Hoe noem je dat? De, uh, de ja, home trainer, ja. Ja, ja, de tax, de Zwift, inderdaad. En, uh, en die horloge, ja, dus hij had op start gedrukt, en automatisch zat er dan zo, ochtendwandeling, of... En daar stond dan nachtelijke activiteit, dat was om half twaalf, Dus stond zo'n ja, nachtelijke ja. activiteit, zo'n half uur, <laughs> een half uur losfietsen. En de volgende dag zo drie, vier uur, ja, een vriendin die is nu van go, what the fuck? Ja, ja, ja. <laughs> en zij zo, oh, ma, ja, check je straven. En zij zo, uh, ja, ja, wat is het probleem? Ja, maar. Dus zij dacht in effectief dat, ja, dat wij om half twaalf even de nummer waren Aha, aan het doen. Okay, <laughs> ja. ja, ja. Ze was gewoon aan het fietsen. Maar eigenlijk is het bijna erger dat ze om half twaalf nog fietst, niet? Ja, maar ja, dat zij ze. Ze doet vrij late uren met haar werk en dan komt zij ja, en okay, wil ze en dan ze toch okay. nog fietsen. Oké, uh, oké. Okay, okay. dus, uh, Respect. Die hard. Die hard. Ja, Motivatie. Ze is een sportieve. Zo, ze, ze, ook heeft op, ze heeft ook al ja. een, een kwart. Redden. ze heeft al ja, een kwart. En ze heeft ook een Echt? halve al gedaan uh, in Frankrijk, met vrij veel hoogtemeters. Dus ze uh, okay, doet dus dat cool. goed. Ja. Ja. Dus jij bent een kwart ook? <laughs> ja. Oh, ja. Ik zou dat veel liever doen dan... Uh, dan bijvoorbeeld alleen een marathon of zo. Ja, ja, ja. Ik zou veel liever een kwart of een, een halve doen dan, dan een volledige marathon. Uh, maar dat is voor ons dat onmogelijk, omdat dat is... Onze carrière te doen. Hè. Ja, ja, Toen we zelf, nu we hebben we nu vijf weken vrij. Ja, onmogelijk denk ik nu even dat ga ja, doen. Ja. Dus. Nee, nee, dan moet je lichaam laten rusten. Het is, het is een helemaal andere. Ja, ja. Maar nee, dat In je Spanien. zegt, hè, je kunt tot je 40 nog een Ironman doen. Dus, op topniveau, hè. Op topniveau, Dus elk jaar is er zo'n ene Japaner en die is bijna tachtig ondertussen. Echt? Die, en die is dan... al wel vijf jaar of zo de oudste dat aan, aan Hawaii meedoet. Ja dus we blijven die nooit natuurlijk ja ja, ja dat is dat verhaal is fantastisch magde, is, zijn er zo Bijvoorbeeld in het golfen als je ooit een toernooi wint mogen je levenslang deelnemen is dat zo ook zo met Hawaii voor een valier die je, Hawaii heeft gewonnen je, je hebt daar heel veel regels voor maar als je het wint mogen er wel vijf jaar of zo okay. um, vijf jaar terugkomen want je moet je er eigenlijk wel altijd voor uh, voor kwalificeren elk jaar um, maar als je wint, moet je vijf jaar terugkomen. Als je in een top 10 staat, moet je ook al automatisch het volgende jaar terugkomen. En de meeste anderen moeten hun eigen in andere races kwalificeren. Um, iets, even iets anders. Je hebt, hebt ook vaak aangegeven dat je droom was eigenlijk niet om triatlon te doen, maar om eigenlijk coureur te worden. Um, je hebt ook al vaak aangegeven dat je eventueel die stap nog zou kunnen maken op deze leeftijd, maar dan toch niet durfde maken. Of alleen of niet durven. Eigenlijk heb je hebt zoveel nu geïnvesteerd in het redlon dat je, ja, het heeft eigenlijk ook geen nut meer Maar hoe, hoe groot was die droom? Ja, die was toch wel heel groot eigenlijk. Ik was echt wel een, 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 een freak, Maar vooral passief wel, als ik, als ik klein was. Dat ging echt ver. Ik had zo'n een, een hele stapel post-its... Um, en ik had daar dan een eigen spel mee ontworpen. Dus ik had op elke positie de, de naam van de wielrenner. Als je zo in het begin van het jaar had, zo een, een boek met zo alle teams en alle renners, maar ja. dat zijn dan in totaal echt 1500 renners of zo, echt ook van Russisch uh, vijfde ja. rangsteam en ja. zo. En ik had dan iedereen op een papiertje geschreven en zo. En dan deed je daar zo ja, spelletjes mee om te bepalen wie de beste coureur was en zo. En ik ging daar echt heel ver in, maar <laughs> eigenlijk Jij zeggen, geslacht voor die psychologische test. <laughs> Juist. Niet, niet. Nee, nee, ja, dat, dat was wel een beetje... Dat ging wel een beetje ver. Maar um, ja, en echt, elke toerit, kijk, gewoon van, van begin tot einde. Pff, elke uitslag in, in de krant, van, van elke kleine koers, grote koers, alles volgde ik. Um, maar... Ik, ik, ben, ik heb wel redelijk veel... Um, zo, in de zomer gingen we dan altijd naar de bergen met ons, met ons pa dan eigenlijk. Want mijn papa doet heel veel uh, sporten, maar in de buurt zo vooral. De duel in de buurt, de loopwedstrijd in de buurt, uh, weet ik veel wat. Uh, ze organiseren allemaal, maar die doet dat allemaal mee. En onder deze in invloed ben ik, dan ging ik in de zomer ook altijd wel uh, in de bergen fietsen. Maar... Uh, ja ik werd nooit van thuis uit echt... Ay, dat was, zij stonden niet echt achter ja. die een droom, zal ja. ik zeggen. En ik heb dan ook nooit een deftige fiets gekregen of zo. En die wouden ook absoluut niet um, met mij uh, naar koersen gaan. En zo, ik weet niet of dat uit schrik was, een uh, ja. voorvalpartijen of zo. Dat weet ik niet. Maar, uh, um, dus ik denk, op, op die manier is dat zo eigenlijk. ja er nooit van gekomen. Um, Zou je dat kunnen, denk je? Hallo. Ik, ik denk fysiek gezien wel. Ik denk qua, qua wattages en zo wel. Uh, maar ik denk skillsgewijs niet. Je dat bedoel. is ook wel iets dat je van, van iets jongeren moet leren. In een peloton um, om in dat zo. peloton te rijden. Mm. Want bij ons... Ik wil uh, geen remco doen. Hè? Wat, blijft? We moeten altijd van voor gaan. Ja, ja dat, is waar, dat is waar. Maar dan verspilden ze zoveel meer. Je moet al ja. zoveel sterker zijn. En dan pas snel een brug is. Hè. Dus... Uh... Sorry. <laughs> nee, maar... <laughs> Ja. Sorry, Remco. <laughs> nee, denk, allee, bij ons wij rijden we met, met 40, 50 man in een, in een peloton maximaal. En als ik dan zo naar de koers kijk, die rijden echt met zes en naast één of zo. Bij ons dan met, met drie of zo. Dus dat is toch een heel groot verschil wel. Um, qua, qua skills. Ik denk dat dat echt wel, echt wel het moeilijkste zou zijn. Maar ik denk puur qua wattages. Ik zou niet denken dat ik er niet af kunnen rijden. Maar uh, ik denk wel dat ik, dat ik op zich zou mee kunnen. Uh, ah, ik vind ook. dat op zich... Je hey, gezien een uh, Roglic, hey, was een schanspringer. Je hebt nu uh, die, um, die Van der Poel, die, die schaatser, die dan de overstap maakt. Allee, of was, ik weet niet of dat al officieel is. Die wou toch de overstap maken oh, nee. naar het, het wielrennen, denk ik. Well, dat was toch sprake van. Mm -hmm. Ja, dat zijn, dat zijn toch zware carrière-switchen. Ja, op zich, als je denkt van... Ja, ik kan dat aan en... Uh, ik denk dat puur qua, qua marketingstunt is dat ook wel een mooie. En ineens, Marten Van Riel maar zeg maar iets, Quickstep of, of, so of. Allee, dat is Allee, je zou die stap misschien wel kunnen maken. Kunnen als je al ooit in contact bent geweest met die ploegen trouwens. Um, maar eigenlijk is dat nog altijd mogelijk zelf op je 29. Ik ja. weet dat je zegt, ja het is te laat en ik snap het wel. Hè, maar op zich, het kan zo maar zomaar. Ja, ja, sowieso, sowieso. Allee, um. Goh. Ik, ik, ken, ik, ken een, ik ken een aantal wielrenners wel redelijk goed, maar um, echt in contact met mijn ploegen of zo, daar ben ik nooit geweest en heb ik ook nooit opgezocht. En nou ja. Ik denk op dat vlak ook gewoon van nu in triatlon zit ik echt wel goed en, en allez, heb ik echt al wel iets moois voor mijn eigen uitgebouwd. Dat ik, dat ik die overschakeling ook gewoon niet, dat risico niet wil nemen. Maar um, heb je het nog? Een rekening denk, met de Olympische denk, Spelen. Dus. Ja, voilà, voilà. Ja, oké, okay, maar stel. Je, je gaat naar de Speel van Parijs 2024, je zei uh, 31,5. Je wint je goud, laten we gewoon even voor goud gaan. Je wint goud en je zegt: Oké, okay, nu kun jij toch perfect nog proberen om twee jaar iets te bewijzen in dat peloton. En als het lukt, tauw je en dan zien we wel wat je eindigt. En als dat niet lukt, oké, okay, je gaat wel een oké okay contract krijgen. En dan kun je nog altijd toch terug in een triathlon gaan en dan echt naar de Ironman gaan. Of is dat echt wishful thinking wat ik doe? Ja, maar ja, dan zou ik al heel oud zijn tegen ik aan de Nijrenmen ga beginnen. Hè. Je hebt er ook weer een paar jaar voor nodig. Ik denk, ik denk dat dat gewoon is. Als je die overstap zou willen maken naar het wielrennen, je moet daar 100% achter staan. En ik denk dat twee jaar zelfs niet genoeg zou zijn daarvoor. Omdat je gaat sowieso al. Uh, ja, dat is ook anders, trainen, weet ik veel. Maar nee, ja. um, daar gaat al een hoop tijd voor nodig hebben om dan de, dat comfort in dat peloton. Daar gaan we nog meer tijd voor nodig hebben. Dus ik denk, in mijn ogen, op, op twee, drie jaar gaat het misschien beginnen in de buurt te komen van je potentieel om wielrenner te zijn. Dus ja, als ik... Allez, ik weet niet, dat, dat is een risico dat ik nu niet meer zou willen nemen. En ook gewoon, ik ben, nou ja. ben perfect gelukkig. En uh, welke ploeg investeert internet. er in iemand die 31 is en nog nooit in een peloton gereden heeft? Voilà. Je ziet het nu af en toe het wel, natuurlijk, notes. want je hebt, zo, je hebt zo een paar, een paar uh, dat ze zo uit andere sporten mannen gaan wegplukken. Weg, uh, mm -hmm. Je hebt nu ook een... Uh, die deed de ski-mountaineering. Anton Palzer noemt hij. Ook een Red Bull atleet die zit nu bij Bora. Um, je hebt een, een roeier, die je, ook, uh, die je nu getekend bij Alpecin Fenix. Um, of Alpecin, weet ik veel hoe je dat, dat noemt. De koning. Alpecin de koning. <laughs> um, de roeier die net daar nu getekend. Um, dus je ziet het wel soms. Ik denk ook gewoon dat zo die teams dat wel wat binnenpakken. Ook marketinggewijs denken van ja, misschien beter om er zo, zo iemand aan te nemen. Daar een schoon verhaal achter zit dan de dertigste coureur in, in ons team. Mm. Um, maar nee, ik denk voor mijn eigen ook gewoon. En, en, ja, ik ben perfect gelukkig ook om het van op een afstand te volgen nu. Dus, uh. Geef mij maar Ironman uh, na ja. Parijs. Top. We verder met de tijdlijn. Ja, dat is goed. Um, wat is het volgende? Ja, dat heb we al gezegd. Hè. Je hebt dan... een eigenlijk... wereldkampioen, zeker. Eigenlijk, ja, nee, eigenlijk uw allereerse... Allee, allereerse... je allereerste. Nee, allereerste. Je zesenzestig geworden dan in Rio. Mm -hmm. Dat was een beetje onverhoopt succes, toch? Mogen we dat zeggen of niet? Ja, ja, zeker. Beter dan zeker. verwacht. Zeker. En uh, inderdaad en. Uh... Uh, dan ga we naar, naar Tokio. Daar eindig ik dan ja, vierde. Mm -hmm. Mentaal heel zwaar. Of niet? Goh, ik ben wel redelijk goed om dat van mij af te zetten, eigenlijk. Ik niet. Um... <laughs> ik heb dat gezien, ik werd zot. <laughs> ja. Wij zijn nog boos nee, zo... op Nee, en om even... Thomas ja. Pieters Peters was de laatste die hier was. was vierde in Rio. Ja. Die slaapt er soms nog niet van. Nee, dat heb ik echt wel niet. Vooral ook omdat ik... Dat, dat, is, dat is moeilijk te zeggen ook, maar toen ik zesde werd in Rio, dat was in een, mijn perfecte scenario. Toen zijn we wel met een groep weggereden, we waren met, met 12 of zo, of met 14 man zijn we weggereden. Dan hadden we twee minuten voorsprong op de achtervolgende groep, dus dat was perfect voor mij. Heb ik die zesde plaats gepakt. Mm. Nu, tegenwoordig, en zoals ik er straks zei, de, de achtervolgers zijn gewoon meestal het sterkste en het komt bijna altijd samen. En van nature ben ik, ik altijd eigenlijk een, een slechte loper geweest. Of dat is mijn werkpunt. Hè? Toen, als ik dan sprak over 2012 en zo, dat was gewoon, de federatie geloofde gewoon niet in mij. Die zeiden van, mm. de Marten, ja, die kan niet lopen. Alleen, mm. dus, waarom zou je daarin moeten investeren? En dan ben ik ergens wel trots om in zo'n race, dat eigenlijk totaal tegen mijn sterktes inspeelt, dat echt gewoon ja, een loopkoers was bijna, om dan vierdes te worden, mm. ben ik ergens ook wel heel trots op. Maar anderzijds, ja, het is natuurlijk wel ja, erbij. Het maakt of het kraakt je carrière ergens wel, uh, of je die medaille haalt of niet. En dat is natuurlijk wel Ja, dat is waar. Maar dan, ja, ik kan misschien heel kruk klinken dan nu, maar waarom zou je dan nu nog drie jaar investeren? Als je eigenlijk, kijk, je kunt misschien wel beter, maar je hebt net de perfecte race gelopen in een, of in het scenario dat er normaal altijd is. Gaat het wel beter kunnen doen dan? I I I, allee... Ja, dit jaar gaat voorlopig nog niet zo heel goed, maar ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik tot vorig jaar echt wel sterker uh, geworden ben. Dus vorig jaar was veruit mijn, mijn sterkste ja. jaar. Hè, met en inderdaad mijn tweede? Ja, vooral was Adio. ik ook fisse wereldkampioen. Ja. En had ik echt wel het gevoel, omdat ik echt wel van ver kom in dat lopen. Alleen wat, wat die zeiden, die van de federatie, was ook niet per se absurd. Ik was echt niet zo'n goede loper als, als junior of als U23-atleet. Uh, ik ben echt superveel verbeterd daarin. Um, maar ja, nu, dat is inderdaad die laatste kleine stapjes dat ik nog omhoog moet zetten, zijn de moeilijkste. Kan ik dat? Dat weet ik niet. Ja, anders, maar, uh, anders zijn we er niet mee bezig. Hè? Nee, dat is, waar, dat is waar. Ik geloof daar op zich wel in. Ik ja. geloof daar echt wel in. Um, maar ik zal nog wel inderdaad in dat lopen een paar stapjes vooruit moeten zetten. En ik hoop natuurlijk dat we wel een scenario kunnen krijgen ook dat we misschien wel uh, weg kunnen rijden op de fiets ook maar ik moet anderzijds gewoon zorgen dat ik in, in elk scenario een medaille kan winnen mm, yeah. uh, en dat is de grote ja, opgave nu. Op dag op dag twee jaar eraan te werken dus allee, dag op dag nog twee jaar en twee weken maar. Voilà. Zoals, tijd te... genoeg. Tijd He? genoeg. <laughs> nou, tijd genoeg sowieso en als je weet dat je vierde eindigt in een race die voor u eigenlijk het minst gunstige scenario is, mm -hmm. dan zijn alle deuren open hè? Nee nee dat is waar dat is waar. Allee, en daarom ook dat ik er echt wel in geloof en daarom ook dat ik die overstap naar nog langere afstand te doen, dat ik daar echt wel ja, ervoor bad. durf uit te stellen. Want er zijn nu. Ja, er zijn heel veel mensen die mij die, die vraag nu stellen en die dat niet echt goed begrijpen. Om daar mm -hmm. ook. Allee, ik denk, lange afstand financieel is dat ook wel interessanter. Prijzen. Mm. Uh, ah, ja, toch wel. Zeker qua sponsoring. En mm. momenteel qua prijzen geldt ook. Want je hebt daar echt. Je hebt dan een nieuwe organisatie nu, die investeert echt heel veel geld. Mm. Ik denk dat je nog wel eens uit verschieten als je zou prijzengeld zou horen. Dat is, ik denk dat dat elke. Die gaan volgend jaar vijf wedstrijden organiseren, dit jaar drie. Maar het plan is om altijd vijf wedstrijden. En ik denk dat de prijzenpot per wedstrijd anderhalf miljoen is. Voor de winnaar? Nee, nee, nee in, in totaal. In in totaal. totaal. Maar en... dat spreekt wel voor 100.000 voor de eerste. En dat gaat heel traag naar beneden ook. Dus 190, 80, 70, 60, 50. En um, ja, hoe is al... die afstand als ik dat vragen mag? Maar dat, wacht, sorry, je gaat het alleen over Ironman nu, hè? Allee, over, over Dat, dat volledige... zijn op de halve afstand. Ah, okay, de halve. een dus halve? Dat je... zijn halve afstand. Oké, okay. okay. en daar is dat prijzengeld al... Uh... Daar hebben ze nu zoveel prijzengeld. Okay. Ja, dus dat is één organisatie, PTO noemt dat, Pro Triathlon ja. Organization, die, die dat eigenlijk aan het opstellen zijn. Maar dat is in onze sport ook iets... Iets absurd op zich. Alleen dat is... Uh... En dat, wordt, dat is niet door Saudi-Arabisch geld gelijk in de golf? <laughs> nee, <laughs> dat is in okay. dat geval niet. Er zit heel veel Saudi-Arabisch... <laughs> <laughs> niet Saudi-Arabisch. Er zit heel veel uh, Bahreins geld bij ons ook. Uh, maar uh, dat niet. Nee. Oké, okay, je nee. integriteit wordt niet... Uh... Nee, nee, nee. 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 <laughs> nee. 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 Dus uh, ja, nee. Maar in, in de korte afstand is... zeg het, dat prijsgeld is ook niet, dat is, ay, niet slecht. Gewoon dat... Uh, bijvoorbeeld... Eh, we, ja, we hebben ook onkosten dat we dan wel krijgen van de federatie enzo dus als we naar zo'n wedstrijd gaan en gehaald prijzengeld kunnen we dat ook effectief mee naar huis nemen allee, dan de belastingsdienst die ja. ook wel eens komen aankomen dat is voor iedereen elke markt met een loonbrief dankjewel dat is niet over heel veel maar dat is, allee, als het elke keer een paar duizend euro is en de, de eerste krijgt 20.000, maar ik heb nog nooit een gewonnen ik ben tweede geweest wel dat is denk ik 12.000. Is dat Is dat is WTS? Is dat, dat? dat is WTS, ja. ja. Okay. 8.000, 6.000, 4.000 zo. Dus okay. als je een aantal keer in het jaar een paar duizend euro kunt winnen, ja, dan dat telt wel op. Natuurlijk. Um, dus, ja. Ja. Maar het is, niet, het is niet, ik zeg het in, in die halve nu. Dat, ja, dat, is, dat is absurd. Ja. Dat is iets absurd en, en ook wel iets waardoor ik denk van, wat moet ik toch niet. Hij uh... ja. <laughs> doet het zeker niet voor het geld, hè? Maar... Nee, nee, maar je ja, maar het can... gelijk. Want allee, uiteindelijk, zoals zegt, je eindigt vice wereldkampioen. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is eigenlijk een klassement doorheen het jaar en zeker. En mm -hmm. uh, de laatste race eindigde ook tweede, dus je klassement was aan tweede. Ja. Um, ja, waanzinnig mooie prestatie. En dan kom hij in 2022 terecht en dan doe je een tweede 70.3 zetten. Ja. 70.3 Ironman, ja. dus een halve triathlon. En dan win je eigenlijk die 70.3 in Dubai. Mm -hmm. Met een waanzinnige tijd, een wereldrecord ook. Ja. Um, vraag je dan Allee, niet af van ja fuck zou ik toch niet de verkeerde discipline doen <laughs> ja een beetje wel hè. maar dat is, dan, dat, is, dat, is het, dat is het intern ook wel Allee, ik weet niet hoe of het daardoor is dat ik dit jaar misschien iets minder presteer. door ik wel toch gedaan een beetje een intern conflict heb uh, met van ja zou ik niet voor die halve gaan of wil ik die openstaande rekening met te spelen uh, mm -hmm. wil ik daarvoor gaan maar ik vind gewoon allebei zo'n zo'n mooie doelen, dat ja, bijna onmogelijk is om te kiezen, maar het echt combineren is heel, heel moeilijk. Mm -hmm. Ja, gelijk dat je nu doet, zou je niet perfect kunnen zeggen van, ik doe... Uh, Allee, ik ga volle back voor die spelen, en ik pak er één per jaar na mijn programma, mm -hmm. dat ik gewoon één per jaar een 70.3 doe? Of, of is dat dan ook okay? ja, nee, ik pak I niet mijn vakantie af? Ja, dat gaat wel, dat gaat wel, maar het probleem is dat die met dat heel veel prijzen geldt, die vallen allemaal in de zomer. Wat dan eigenlijk ook midden in het seizoen is ja. voor die korte afstand. Mm -hmm. En bijvoorbeeld in Dubai dat ik gedaan heb, dat is dan weer volledig het omgekeerd. Daar heb ik eigenlijk verlies gedraaid. Dus dat was maar 2000 dollar voor de eerste. En in um, Dubai, dat verbaast mij een beetje. Ja, ja. Maar dat, is, dat ligt meer aan Ironman. Mm -hmm. Ironman hebben eigenlijk een klein beetje wel... Um, daarom dat het zo goed dat die lange afstandsorganisator is. Ironman hebben een klein beetje die lange afstand qua prof-atleten in een wurggreep. Zo wat. Omdat die... De sponsoring is redelijk goed voor atleten, maar um, die moeten eigenlijk gewoon een Ironman doen. Maar Ironman betaalt hun atleten wel, maar amper omdat die ook weten van, ja, die atleten doen toch mee. Die moeten hier toch zijn. Die moeten toch ja. voor Hawaii gaan. Ah, ja. Maar de tegenstrijdheid is, ja, als je dat als atleet dan zegt van, ja, hey... De boom in. Uh, als jullie uw atleten niet deftig betaalt, dan doen wij een andere wedstrijd. En want je hebt wel andere organisaties. Maar het probleem dan is ja, dat je sponsors daar weer niet aanzien. omdat Iron Man mm -hmm. is gewoon zo'n naam, dat als jij bij wijze van spreken de, 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 de kolonieman of zoiets doet, dat je sponsors zeggen: Wat is dat? Ja, natuurlijk. Mm. Maar hebben jullie, geen, dus... hebben jullie geen atletencommissie of zo? Ja, in de korte afstand hebben we dat, maar in de lange afstand bestaat dat niet echt. Dat is puur commercieel, dus dat, ja. omdat daar geen Olympische Spelen, niks bij te zien komt. Um, en die, die PTO, dus die pro athletes Organization, dat komt wel een beetje vanuit de atleten. Uh, en die hebben dan ja, ineens dat, die absurd hoge gelden. Ik hoop dat dat sustainable is, dat dat kan blijven <laughs> bestaan. Maar, <laughs> dat zie je in het al heel vaak, dat er zo dingen komen. Twee, drie jaar later is dat weg. Uh, mm. Oké, okay. ik zou graag inzoomen op een race als dat mag. Ja, wat had je nog een vraag? Nee, 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 dat is goed. Um, ja, ik ben altijd benieuwd je tegen je trainingsschema en je, je dingen. En dan komt dan een race. Um, en dan heb je een bepaald ritueel dat je doet. Je staat op. Laat. <tie> Laat Zeg slapen, ja. Ja. ja, dat klopt, dat klopt. Eh, dat klopt. Uh, ja, dan gaan wij trainen. <tie> Voor de wedstrijd? <tie> Meestal wel, ja. Wat? Ja, dus eigenlijk ben ik niet zo goed mee. Je gaat... Dus dat is wedstrijd. Maar onze wedstrijden in de, in de korte afstand, toch? En ja. lange afstand zijn de wedstrijden meestal s'morgens. Ja. In de korte afstand zijn de wedstrijden meestal s namiddags of zelfs s avonds. Mm -hmm. Dus gebeurt dat onze wedstrijden om, om 6 uur of 8 uur s avonds zijn. Dus dan gaan wij eerst nog trainen. Maar train is dat, een dat dan activation nog... van de spieren? Dat is meer activation. Dat is niet trainen, trainen. 20 minuutjes gaan lopen met wat versnellings of zo. En dan, okay. um, uh, eventueel nog, nog 30 minuutjes fietsen of zo. Dus inderdaad, wat meer activatie. En ook gewoon omdat ons lichaam dat gewoon is van elke dag ja. die trainingen te doen. Ja. Ook al doen we dan s'avonds misschien wel een zware training of een race. Um, gewoon maar eigenlijk echt rituelen heb ik niet zo heel veel. Um, ik eet ook wel heel magertjes, dus ik eet gewoon witte rijst. Um, ja, maar je hebt blijkbaar een dus, zwakke uh, maag. Hè? Ik heb een redelijk zwakke maag. Ja. Ik heb uh, vooral vroeger wel wat last van gehad dat ik uh, tijdens een race in de, in de toiletten moest verdwijnen. Um, en dan ben ik eigenlijk gewoon overschakeld op, op rijst. En dat werkt voor mij perfect. Dus, ja. Daar hebben heel ik veel mensen reis. gevraagd: van, um, moest jij je maag trainen om te doen wat jij, wat jij doet? Dus behalve rijst eten, um, mm -hmm. zijn er andere dingen dat je, je hebt geleerd in die jaren als. Het als het eruit ja, ja, eigenlijk wel. Allee, voor, voor mijn eigen persoonlijk heb ik echt wel door de jaren heen heel veel etenswaren uh, ge, geleerd. Van, dat werkt echt niet voor mij en dat werkt wel voor mij. Um, en ja, ik denk dat dat gewoon een beetje... De ondervinding van de jaren is dan ik, een keer dat ik uh, weet ik veel, uh, sojamelk. Eh, want ze hadden mij dan nooit gezegd van ja, nee, je mocht geen eh, melk, lactose, niet goed, niet goed. Maar voor mij was soja nog veel slechter. Hmm. En uh, dat zijn dingen dat ik gewoon door de loop van de jaren heb ondervonden. Hmm. Uh, als je dan een keer ja, sojamelk dronk en <laughs> je looptraining niet helemaal tijd op het palet moest gaan zitten, <laughs> dan, uh, dan weet je dat voor de volgende keer. En zo leerde daar wel uit. Um, en ja, voor, voor langere afstanden dan, dus voor die en half dat je gedaan hebt, dan moet je ook wel natuurlijk beginnen um, met heel veel koolhydraten op te pakken tijdens je trainingen ook. Om je maag zo te trainen. Um, bars man, of gels? Gels, shells. Ja. Tijdens een race, ay, tijdens training pak ik normaal altijd bars, maar je traint dan met gels, omdat. Um, je tijdens je wedstrijd shells gebruikt, omdat dat toch nog iets gemakkelijker mm -hmm. uh, oppakt, iets rapper is. Um, maar dan moeten wel af en toe ja, trainingen echt eens doen. Gelijk, gelijk dat je eigenlijk je raceplan is. Dus als je raceplan is om vier uur aan een stuk 100 gram koolhydraten te pakken, wat dan neerkomt op uh, vier jelletjes per uur. Dus dat is wel echt 16 jelletjes of zo dan. Mm -hmm. Ja, dan moet je dat gewoon op training Ook op doen. dezelfde manier doen eigenlijk. Uh, en zo, zo, zo trainde dat eigenlijk een beetje. Mm -hmm. Okay. Dus jij het rest, even doe je doet activatie, jij het rest, je pakt alles mee, Dat is iets vergeten. <laughs> ik ben al heel veel vergeten, spijtig genoeg. Oh, ja, ik, uh... Wat is het ergste dat je ooit dit gaat? Zo een fiets? Ik, 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 ooit de ene keer, dat, dat, dat was het ergste, was ik echt op de wedstrijd zelf dan mijn, mijn, mijn loopschoenen vergeten, mijn wedstrijdschoenen. Uh, en dan heb ik, ja, met mijn, met, mijn trainingsschoenen meegedaan. Maar dat is, mee, dat is ook mee, ja. We hebben elastieke veters, hè. Dus. In mijn treinschoenen zitten geen elastieke veters. Dus ik kon dat niet nie deftig aankrijgen, die schoenen en zo. Dus dat was eigenlijk wel. Ja. Ah, dat is, ah ja, omdat je, je, je treinschoenen hebt, dat doe jij rustig aan en je tijd in je, ja, tuurlijk, je race hebt. Ja, moet... je strikt gestrikt die veters. Ja, je kunt die niet. Ja, ja. En, en mijn wedstrijdschoenen, dat is met een elastiek Dus, daarin, dus dat de... doe je gewoon zo open. En als zit op een seconde zit ik daar letterlijk in. Ja, dus je bent 30 seconden kwijt, bij zijn spreken. Eh. Ja, 30 was overdreven, maar ja. Ja, 10 of 15 ja, of zo. En, en dat was in de sprint afstand race. Ja. Ik, heb, ik heb met daar nog gewonnen. Ik ja. ben echt een millimeter. Sprong, omdat je geen was... een dubbele knoop. Als je een dubbele knoop had gedaan, waren we verloren. De, ja, ja, sowieso, sowieso, sowieso. Nee, en ja, in in begin van het jaar naar Dubai ook. Maar eigenlijk meestal als ik zo dingen vergeet, en zo, wat warg ben in mijn hoofd, meestal is dat een goed teken. Ja? Dus naar Dubai was ik, ik mijn pakje vergeten mee te pakken. Maar ik heb dat nog gemerkt op de luchthaven. Maar dan hebben we wel nog. Uh, um, zijn dan we dan nog teruggereden? Ja, want dat wedstrijdpackje, ja, dat is kei belangrijk. Kijk, zoals ik zeg. Dat prijsgeld is nul de botten. Ja. Dus als ik dan ook nog eens daar een pakje had moeten kopen, een zwart pakje, ja... Mijn sponsor zou daar niet mee lachen. Hè, van, wat is dat voor een onprofessionele? Wat dat je, gaan... je dan wel wordt Wat ik dan wel was, inderdaad. inderdaad. Ja, dus bijna naar huis terug. Vloed je mis of niet? Ja, ja, tuurlijk, vloed je mis maar die konden we al een geluk nog uitstellen dan een dag erna. Okay. Maar toch nog wel wat, allee, wat geld verloren in andere dingen. De huurauto... Ik had dan gebeld van ja, we komen een dag later. Die zei: ja, Nee, dan moeten we een nieuwe boeken. Dat is niet waar. Dat is echt waar. Ik zei: van, Wat is dat nu weer? Dat, dat maakt toch voor niemand iets uit? Maar ja, blijkbaar mag dat niet. Je mocht een auto niet een dag later komen ophalen. Heel raar. Ja, oké. Ja, maar ja, de, okay. maar uh, ja, we gaan even kort door de race. We zijn toch al bijna twee uur bezig. dus uh, oh, ja, dat is goed. Dus uh, dan heeft u de activatie gedaan. Dan ja. wachten tot zes uur s avonds om aan de race te beginnen. En dan beginnen je te zwemmen. Eh? Je springt in het water. Je bent met 55, maar soms ook met veel meer. Ja. Dan is gewoon echt positie winnen. Ja. Alles slagen alles rond u. Is dat zo? Ik, maar ik in, hoor dat altijd wel. Er in, hard die, aan toe gaan, maar... in die korte afstandswedstrijden zijn wij maximaal met 70. In Ironman, dat is wel massas, dat is soms 2000, maar het verschil daar is wel. Dat is 2000 man, waarvan er misschien 30 op niveau staan van ja. u. Maar als je met die 70 van hetzelfde niveau op de Olympische Spelen of zo, als je daarmee, als je daarmee in het water duikt, ja, die zijn allemaal, zijn allemaal ongeveer even snel. Dus hè, na, meestal is dat dan na een meter of ja, soms dat echt maar 150, soms dat 300, moet je gaan een boei rond. En dat is, wel, meestal is dat wel relatief gewelddadig. Maar ik ben een redelijk goede zwemmer, dus ik heb het geluk dat ik meestal voor het gevecht zit. Mm -hmm. Dus de eerste 5 à 10. Die zitten meestal zo op één rij. Zo, en vanaf dan begint dat zo meer en meer zo gelijk een peloton okay, eigenlijk. Hè. Ja. Dus twee, drie, vier, vijf, zes, zeven man naast elkaar. Maar ja, die zevende, als die helemaal rond moet zwemmen, zwemt hij 15 meter extra, ja. wat, dat, wat dat tien seconden is. Uh, dus die willen allemaal zo, zo krap mogelijk rond een boei. En ja, dat wordt wel. Uh, dat, is, dat is echt wel uh, gewelddadig. En, allee, wordt er getrokken en zo? Ja, ja, ja. ja. Dat is. Dat is ja, maar ja. Ik, ik, ik doe dat nooit... Ah, ik zou dat nooit bewust doen, zo ben ik niet. Gitter andere dat dat wel doen echt. Hè, maar, maar is er zo'n soort zo van wedstrijdjury dat naar kijkt? Ja, ja, dat ook wel, maar meestal... Dat zie je dat toch niet? Je ziet ook niet echt iets en het is ook moeilijk om te zeggen, want zoals ik wil zeggen, je zijn gewoon gelijk zo... Een vissen op elkaar, bij wijze van spreken. Letterlijk. Je, 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 je bent gewoon aan het zwemmen en je voelt van, oh, daar zit er een onder. Oh, de, de, daar uh, voel ik iemand. Je zwemt gewoon door. En ja, je moet door, want als jij, vanaf wat jij stopt, zit jij degene dat ze, dat ze allemaal aan beginnen te trekken en dat ondergaan. Ja. Dus dat is echt wel zo. Allee, ik zeg het, ik zit er niet zo vaak, maar in een paar weken geleden zat ik er nog, dat ik niet goed gezwommen had. En ja, dat, is echt wel, dat is echt gewelddadig. En, en dat is zo, je moet echt wel rustig blijven om niet in paniek te schieten. Want dat is, uh, dat is langs alle kanten trekken. Je kunt precies zelf ook niks doen. Mm -hmm. Buiten gewoon blijven slingeren met je armen. En, uh. Maar de eerste meters is dus 100% een sprint. Ja, ja, dus tot aan die eerste boei is het echt gewoon, dat is gewoon volle bak en Hoeveel meters is dat dan? Die eerste uh, ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf van formats. En, en soms doen wij twee toeren in het zwemmen, soms doen wij één toer. Dus dat is. Sommige wedstrijden zijn ze echt maar 150. Ja, dat is door om vragen bij wijze van spreken dat er gevochten wordt. <laughs> uh, maar meestal is dat rond de 300 meter. Ja. Um, maar dan nog, ik zeg het, dat is echt wel 6, 7 man naast elkaar vaak vechten. Heb je, je ooit een, een bloedneus Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik, heb, ik heb eigenlijk helemaal niet aan bloedneuzen, maar wel nee, maar ik dat je, je echt, niet van iemand, dat je je, echt... van iemand die in je, in je gezicht shotte. Ja, wel dat ik echt wel zeer had en een keer een blauw oog had wel, um, en echt gewoon zeer aan aan uw neus of aan je, vooral ja. aan uw oogkassen van dat ze die bril ja, ja, ja. erop gestompt wordt. Brutaal. brutaal wel. Maar, uh... <laughs> dan komt het water uit en dan moet wisselen. Ja, die wissels. Trainen daar veel op. Oh, Total niet? Eigenlijk redelijk weinig. Dat is ook wel uh, allee, in, in de jaren wordt dat wel een klein beetje een gewoonte. Um, voor de eerste wedstrijd van het jaar trainen we daar meestal wel eens een paar keer op. Maar um, eigenlijk relatief weinig dat we daar op trainen. Dat is, dat is eigenlijk zo snel mogelijk dat pak uittrekken. Ja. Je springt op je fiets. Je doet je voeten erin. Elastiek. Klakt. En ja. je bent vertrokken. Ja, en een helm op. En een helm. Op. Sorry, ja, dat is een, een ander eten. Maar lieskwalificatie. Dat is, dat is... Dag. <laughs> Zonder helm, die. Ja, ja. Zelfs ook als je... Daar zijn ze heel strikt op. Dus ook als jij je, je, je helm... Die moet je, vast je echt vasten vast doen voordat je doen, voordat ah, ja. je een fiets vastpakt. En we hebben ook een bak. Daar moet alles in. Dus als je brilletje ernaast ligt, dan krijg je een penalty. Dan moet jij, en dat is bij ons dat tien seconden in een, een strafbox in het lopen... Opruimen. Um, ...gaan staan. Um, maar ja, dus dat is eigenlijk, ja... De wissel heb er redelijk goed omschreven. Mm. Dus de wissel, dan gaat op je fiets. Dan vraag ik mij af... in de volgwagens en zo. Ja, bij jullie. Je hebt een lekker band. Dat is gedaan. Eigenlijk is dat wel, inderdaad. Eigenlijk, als je lekker rijdt, is het gedaan. Allee, het is, we, onze afstand is gewoon te kort om dat, om dat goed te maken, ook. Mm -hmm. um, maar er zijn wel wheel stations. Er zijn meestal twee wheel stations per ronde... Ja, want eigenlijk is ons fietsen is, is meer te vergelijken met zo'n criterium in het mm -hmm. wielrennen. Mm -hmm. Allee, buiten dan dat echt is, hè, want criteriums zijn... Dat is net, <laughs> Maar... Uh... <laughs> maar uh... ja, dus wij rijden meestal een tour van een kilometer of vijf. Meestal stoppen ze daar heel veel bochten in. Um, en op die parcours zijn er dan twee wielstops. En wij doen dat parcours dan acht keer. Dus iedereen heeft dezelfde wielen? Uh, er, meestal is er één een teamstop. Dus daar moet je, je je eigen wielen zetten. Uh, en in een algemene stop All waar around. ze standaard een hoop wielen hebben. Ja, okay. uh, maar ik zeg het, ik heb eigenlijk nog maar één keer ooit geweten dat er een atleet, en dat, was, dat is een dubbel Olympisch kampioen in 2012 en 2016. Eén keer geweten dat er een atleet een platte band had, daar een wiel gepakt heeft, dat vervangen heeft en dan nog de wedstrijd uh, deftig gedaan. Ja, die had dan nog gewonnen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, ja, nee, dat is eigenlijk. eigenlijk Uitrekkend. Is het gewoon ja. game over? Ja. Is dat, dat, al gaat? Uh, dat moet je ook niet zeggen als coureur. Hè? Of moet je eigenlijk niet praten over platte houding? Dat is Maar Ja, dat zeggen ze wel altijd. Ja, dan ah, dan ja. praten we er niet over. Nee, 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 nee. Ik, ik, ik zit, ik ik nog nooit. Ik ene keer ooit in de sterke Peringwist-wezel. dat is. Ja. Allee, toen was dat een heel belangrijke race voor mij, want dat was de thuisrace natuurlijk. Maar uh, um, nee, ja. internationaal ben ik nog nooit plat gereden. Die zouden, jij vandaag, die zouden jij vandaag wel winnen moesten toch nog eens pad rijden? Uh, de kans zit erin. De ja. kans zit erin. Um, ik heb ook gehoord dat er heel, dat er heel uh, weinig tactisch wordt gereden in het in mm -hmm. triathlon ja dat is Om, het is omdat iedereen eigenlijk voor zich rijdt mm -hmm. en dat is eigenlijk ook dat probleem waardoor de achtervolgers meestal terugkomen omdat van voor als we van voor met een paar man rijden daar zitten er altijd wel een paar tussen die de geniepigaard wil spelen en niet mee wil rijden die denkt van oh ja ik ga mijn krachten sparen dus ik rijd niet mee ja, en dan begint een ander ook te twijfelen. en een ander ook Terwijl van achteruit wordt er wel altijd gereden. Want die van achter denken altijd: oké, okay, ik moet gewoon van Tot voor van aan de lopen beginnen. Dus die rijden wel. En, en, ja, maar dat is geen, geen ploegentactiek. En, ja, ja. Het is niet dat jij weet van deze zijn de beste zwemmers. Je pakt die alle vijf uur samen zich mennen. Zullen nog eens het water komen samen, We rijden gewoon. Hè? Ja, we proberen dat soms wel. Maar vaak is het ook wel een verhaal van die kunnen. En je mm hebt -hmm. er maar een paar die ook effectief dan nog kunnen zo hard fietsen. Um, en ja, soms, soms zeggen we dat wel en, en soms lukt dat, maar het is, het is toch moeilijk om zo'n dingen af te spreken. Ook omdat dan... Allee, dat is ook geen zekerheid, hè. zoals ik zeg, een goede zwemmer, omdat dat zo gewelddadig en zo soms is. En, en ook zo wat van startpositie en weet ik veel wat. Het is niet per se dat een goede zwemmer altijd als eerste naar het water komt. Mm. Yeah. Dus het is heel moeilijk om af te spreken. En, ja. Nou, in België hebben we nu eigenlijk zo'n beetje zo'n rare situatie soms, omdat ja, ik ben een heel goede zwemmer, en fietser ook. En ik zit meestal van voor mee, maar die Legens, die ook heel goed is en heel goed bezig, die is omgekeerd. Een slechte zwemmer, fietst ook wel goed eigenlijk, maar, um, en een heel loper. Maar dat gebeurt dan eigenlijk wel vaak, dat, dat ik ike van voor aan het rijden ben en de Jellen in de achtervolging. eigenlijk. Mm. Dus ja, er is eigenlijk geen, geen teamtactiek. Ja. Eh, mm. Komt er aan te pakken. Maar ja, de Jellen kan wel zijn krachten sparen omdat jij van voor zit, of dat boeit echt geen fluit? Ja, wel, dat is wat ik bedoel, van dat doen we eigenlijk niet. Domme? Ja, ergens zou dat we wel <laughs> kunnen, maar het is gewoon, het is gewoon omdat. Ja, in die wedstrijden, het is gewoon individueel. Ja. Allee, dus... Je wordt ook individueel betaald. Het is ook niet dat je... Ja, voilà. voilà het, is ah, geen, okay, het is geen teampot. We hebben geen teams. We hebben die landenteams, maar op zich is dat ook individueel. alleen het is... Mm -hmm. Je wilt individueel je titels winnen. Natuurlijk heb ik liever dat de Jelle wint dan dat de, Joske uh, uit Frankrijk. Niets uh, tegen Frankrijk. Joske. 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 Maar allez, ja, ik wil vooral mijn eigen koers uh, mm -hmm. goed doen. En, Over Joske uh, gesproken, um, een vraag van een fan. Een heel praktische vraag. Je zit op je fiets en je moet naar het toilet gaan. Gaat u Joske uit uw broek? Of <laughs> in uw broek? En dan wel je met water? <laughs> Ja, in Triathlon, uh, in triathlon ik, ik weet in de lange afstand, ik heb dat nog nooit gedaan, ik weet ook niet of ik dat zou kunnen, die laat dat gewoon lopen. Mm -hmm. dus, maar ja, we hebben een pakje uit één stuk, hè, dus je kunt dat niet, je kunt dat niet uitdoen, hè want dan moet je. Dan uh, mm -hmm. zou dat helemaal moeten. We dus, kunnen nu je broek zo open, open en dan. Ja, dat zou eventueel gaan, maar dat is ook al artistiek op de fiets. Mm -hmm. um, maar dus, dat is, uh, ja, in de lange afstand, die laat dat gewoon lopen. Ik heb het nog nooit gedaan, wel niet. En in de korte afstand, ja. Oh, op twee, twee uur, uur heb ja, ik ik heb ja, nog nooit tijdens een wedstrijd gedacht van non de nu moet ik <laughs> meestal omgekeerd want dan heb ik de hoop in controle en dan zit ik en dan kunnen nog... niet in, want ah. dan nog vijf uur dus ja, nee, is ja. zo slecht in um, maar dan komt de ja, terug aan een transitie om te gaan lopen en ooit vergeten om mijn helm uit te doen <laughs> Nee, dat heb ik eigenlijk nee. nog nooit vergeten. Dus ik... Moet hem in hem lopen. Heet, dat, dat mag, maar je mocht hem niet tijdens het lopen uitdoen. Ah ja, want ja, het is dus niet. Als je baks, dan zit het hem. niet in het bakje. Nee, voilà. Dus, oftewel, je moet het van bakje tot aan de meet meepakken. Dus, uh, maar ik heb het nog nooit voor gehad, maar ik hebt wel, andere atleten dat, dat al. Dat is al gebeurd? Al, ik heb ja, het al gezien. Ik heb het al gezien dat dat gebeurd is. Ja, dan dus, denk ik uh, dan moet je toch eens even zet lachen. Gewoon even naar hem. van. Ja, ja. Maar op, die, op de korte afstand vooral dan zijn de wissels eigenlijk zo gemakkelijk. Wij moeten geen eens een nummer aan ja, doen ja. of niks. Dus bijvoorbeeld in je tweede wissel, het enige dat we moeten doen is uh, ja, afstappen wel, fiets in die fiets in die rek zetten, helm af, schoenen aan, ja, eventueel haarband ja. of pet of weet ik veel wat. Dat is zo gemakkelijk dat dat allee, ja. heel weinig. Dat is blootvoets hè? Dat is niet meer sokken aan hè? in ah zo ja ja, ja, ja nee, in uw loopschoenen ja, 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 ja. ja. ja en plannen nee, mijn ho hoofd lijkt dat alsof je iets gigantisch veel plannen zou hebben dat, dat valt wel mee dat valt echt goed mee maar ik smeer vaseline in mijn schoenen dat is mijn tactiek huh, ik smeer vaseline. Dat potje dat mensen voor hun lippen gebruiken. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, de binnenkant smeert je volledig vol met vaseline? Nee, nee, niet volledig vol, maar zo op de plekken waar ik weet dat daar... Dat, daar, um, dat er schuurt. Dat daar ja, af en toe schuurt. Net al onze dus tenen. Voilà, aan, ja. aan de tenen zo, en dan zo de, de zijkant. Soms een achterkant ook, maar moet een, je moet een beetje oppassen. Je moet het wel ook, ook weer, als je het wilt proberen thuis... Uh, Oefent het eerst is, want ik moet zorgen dat je niet, op, uh, allez, niet uit de schoenen gliept. Ofzo. Ja. Maar dat gebeurt eigenlijk echt niet. Dus. Je hebt tijdje geprobeerd um, en dat ging wel goed, gedacht. Alleen. Ja, ja. Ja, ik had dat van iemand anders gehoord mm. die dat deed. En, uh, ja. Maar um, ik heb meestal nog wel wondjes op mijn voeten. Zo. Maar echt, het gebeurt heel zelden dat ik echt een pijnlijke blijn heb waardoor ik echt mm. een paar dagen niet kan wandelen of dat ik echt, uh, echt last van heb. En voor je trainingen, daar doe je wel sokken aan? Dat ja, 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 ja. Okay. ja, dat is puur een, een is de, ja. is puur. Allee, die vijf seconden kunnen op die korte afstand... Want dan op, op halve doen sommige mensen het wel, de meesten eigenlijk. Ik niet, maar... Uh, en op hele doe eigenlijk bijna iedereen, iedereen dat sokken, sokken aan. Ja. Maar ik heb ook gehoord dat je zo talgpoeder mm. in je schoenen kunt doen, omdat dat je vochtige voeten... Mm -hmm. Omdat dat wijn op te drogen, doe je dat? De, ik, ik doe dat niet. Ik heb dat ook ooit geprobeerd, maar voor mij werkt die vaseline beter. Um, maar inderdaad, ja, het, het, hetgeen waardoor je voet altijd dan begint te schuren ook, is omdat je, omdat je eigenlijk nat, je voeten er nat in gaan en mm -hmm. je giet nog wat water over je kop tijdens die wedstrijd. En dan begint dat te schuren. Dus daarvoor dat die talk inderdaad ook wel helpt. maar voor mij is het ja, niet mm -hmm. beter. Cool. Ja. Ik denk nog misschien een paar vragen van fans? Ja, ik ben aan het kijken. Ik ga even meenemen, ik, heb, uh, ik heb een hashtag, eh, keep it real. Ze uh, zijn er wel altijd mee bezig. <laughs> Ver verklaar eens even wat dat is. Hè. Ja, ik weet dat niet. Ik ben, ik ben wel redelijk actief op sociale media. Ja. En dat is eigenlijk um, gewoon zo'n een beetje, een beetje begonnen. Zoals lacherig. Zo wat, ik doe vaak onnozel wel op sociale media. En dat, is een, ja, dat past er zo wat bij. Zo mm -hmm. een, uh, een beetje een, een onnozel hashtag, maar ook wel zo wat laten zien wie ik ben. Zo ja, natuurlijk. Ja, het sportieve, maar ook mijn eigen niet te serieus pakken. De sport niet te serieus pakken. Vooral ook het plezier ervan genieten. En ja, ik, heb, I, ik heb veel mensen die dat, 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 dat overpakken. En die, dan, als, ik vind dat in, van, ik vind en zo. Ik, hashtag. Ik post het ook ja, soms. Uh, want uh, dan zo de, de positie daarbij... Zo, ja, dat, zo, ik heb je gezien? Af, dat heb ik gezien met de camera. Wat is de positie van de keep it real? <hijt> ja, ik moet zien dat ik, hier kan, dat ik hier niet alles omstoot. Hè. Dat is zo. Zoals zo. zo hè. Dus, uh, ik weet niet als ze... Als ik nu kan zien. Uh. <laughs> yes. Dus uh, nou, dat is de positie eigenlijk. En, uh, ja, ik denk dat dat er gewoon. Dat past zo wel wat bij, ja. bij, bij het verhaal dat ik ook probeer te geven. Van dat sport wel ay, vooral plezant moet blijven. En heb je nu ook de, de app Be Real? Nee, Met dat heb die, ik al nee? Niet. Nee? Heb nee? Ik niet. Nee. Ah, kom nee, Kom op. Zeg. Ja, ze. Dat, dat is hip, hè? Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik, weet het. ik ben niet hip genoeg. <laughs> <laughs> Een uh, paar vragen van fans. Ja, als je als er wel veel. We zijn over, over tijd okay. al. Goed, je hebt veel fans. Um. Er zijn er honderd of niet? Ik had het trouwens beloofd aan nee, de Nee, het zijn er geen honderd. Als er honderd vragen net, denk ik een netje ging doen. Uh, nee. Nee, nee, maar. Het probleem is dat de meeste van mijn volgers. Allee, meest, ja, veel, ik heb niet zoveel Nederlandstalige volgers. Mm. Allee, ah, allee, ja. Niet veel is overdreven, hè, maar uh, ik denk dat ja, een vierde op Instagram maar Nederlandstalig is. Oké. Okay. Het was okay, dus er 25. Nee. Nou, het zijn er wel meer dan 25. Nee. Het was wel ja. wijze, maar allee, bo, andere sport dat je graag zou willen doen. Dat, dat weet je wel, hè? De andere sport. Ja, wiel, wielrennen, ja. maar dat is misschien dan Zelf, zo. Hetzelfde, hè? Het zijn er zo. Het pikken. Nee, jij uh, Nee, ja, in teamsport zijn ik, ik echt zo slecht dat ik dat... Ja, ah, geen voetballer. Skiën dan. Skiën? Ja. Ja, Oké, okay, leuk. Zo. Beste serie op Netflix. Uh, momenteel ben ik Ozark aan het kijken. Dat vind ik wel echt, ik wel echt heel goed. Dat ja. uh, ik ook tof, heb ik ook gezien. Die heb je gezien? Ja, dat heb ik ook gezien? Dus, dus, het, ja, ik ben nog mee bezig eigenlijk. Ik zit in het laatste seizoen. Ah, ja, okay. Midden van het laatste ja. seizoen. Favoriete locatie voor een trainingscamp? Ik zou maar een selectie aan het maken. Um, goh, favoriete locatie? Hangt er een beetje vanaf. Maar ik, waar ik nu naartoe ga, dus van Romeu in de Franse Pyreneeën op mm. hoogte stage, dat vind ik echt zalig. Dus. Super mooi voor te fietsen, maar het is ook nog heel, heel rustig. Uh, dus je kunt echt gewoon genieten van je trainingen. Het rustige Franse, Franse mm. leventje. Dat vind ik echt wel plezant. Dan, in uh, niet, maar blijkt dat je bang bent van paarden. <laughs> <laughs> ja, dat, is wel, dat is eigenlijk heel overrated, maar ja, nu moet ik zien dat ik mij. Nee, dat, 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 ga ik niet zeggen, dat ga ik niet zeggen. Waar dat eigenlijk vandaan komt. Ze zitten te veel aan het zingen. te veel aan het zeggen. Hè? Te aan het zeggen hè? Je moet het niet zeggen als je het wil. Ik niet wilt. zijn eigenlijk totaal niet bang van paarden. Ah, ah, maar, okay. okay. maar dat is, dat is door, door iemand dat zo een fotograaf die eigenlijk altijd met onze groep mee reisde vroeger. Is dat daardoor is dat gekomen omdat ik een keer iets gezegd had. Over paardenmeisjes. <laughs> een paardenmeisje dat is een meisje dat, dat paard rijdt. Dat is een paardenmeisje. Ah. Ik heb daar iets over gezegd. Ik gezegd maar maar daarom ik wil niet, ik wil de Rater Community niet tegen mij, uh, <laughs> mij opzetten. Dat is de laatste. Um, <laughs> alle respect, alle paardenmeisjes. <laughs> uh, nee, dus... Two thumbs up. Uh, maar ik heb uh. geen schrik van paarden, nee. nee. maar blijkbaar ben jij wel een grote dierfan. Ik heb gehoord dat jij vroeger zo wilde worden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Dus ja, dat was eigenlijk... Ja, toen ik jong was, las ik eigenlijk gewoon... De dieren eens die... <laughs> Ik las die elke elke Nijmegen. Ik ben verbaasd, zijn dat geslaagd is voor die mentale pesten <laughs> ja. van de Defensie? <laughs> ja. En je hebt wel spelletjes uitgevonden met elk dier op de wereld. Ja, waarschijnlijk. Je post oh, waarschijnlijk. <laughs> Nee, nee, nee echt... hoor. Ik, ja. Ik las, ik las dan gewoon letterlijk de encyclopedie. kloppen je je staat van elk dier. Van... Zo. Dat, dat viel nog mee, maar op zich wel. Dat was voor mij echt wel van... Als ik mijn verjaardag met mij blij wou maken, dan... Uh, ja. Naar Plankendaal of mm. naar de Zoo of, of naar Dolfinarium toen. Oh, Bouwdorp, uh, Zijn daar al op, op safari geweest? Nee, dat niet. Maar nu ben ik zo iets minder zo... Ay. Dat is gek, maar... Daar Je bent al... gegroeid. Nee, nee. Ik haal er echt... Voor mij... Wat, echt, wat ik echt de max vind, is als ik nu in de Pyreneeën aan het lopen zou zijn en dan zo'n groot hert tegenkom of zo. Ja, ah, dat is zalig. Echt de max zelf hey, vieren ook. Hè. Soms kom ik in het bos ook qua reekjes of, of een vos of zo. Dat vind ik echt zalig. Maar zo safari, ik weet niet of ik dat echt ondersteun. Omdat ik zo niet dat ze toch wel. Wat... En ja, je hebt van, die van die game reserves, dat is wel artificieel. Maar als je zo naar uh, Kenia en Tanzania in de Maasai Mara gaat, nee, is dat waar. is echt omringd door bergen. Dus die drie ja, ja. kunnen daar niet uit, maar dat is heel natuurlijk. Hè. Dus mm. dat is ook gewoon een natuurgebied. En ja, oké, okay, die ja. rijden wel met jeeps rond en zo, en die Maasai's komen... Nee, nee. Er, ah, dat is maar ook, ook inderdaad, in, en die gebruiken meestal de inkomsten voor een deel ook wel om populaties te voorbestaan. En zo. Maar nu bijvoorbeeld zo's en zo, daar ja. zink ik echt geen fan van. Nee, dus nooit naar Parijs gaan. Maar... Nee een safari ooit misschien. Als, placent, ik, in, als ik in de, de ik buurt ben, dan uh... dat is uh, heel erg de moeite. Ja. Dan ene dat misschien ook interessant is: hoe lang, hoe lang op voorhand eet je voor een looptraining? In het moment is dat vaak naar het toilet moet gaan. Ja. ja, dat verandert wel. Meestal. Omdat, ja, ik doe vier trainingen per dag, dus meestal heb ik gewoon geen optie. Dus dat gebeurt ook wel soms dat ik maar een uur voor mijn looptraining eet. Maar dan weet ik ook dat ik meestal naar het toilet ga moeten gaan of dat ik. Uh, Lastig dus idealiter, doe je het, doe je het drie uur, tweeënhalf à drie uur, mm. minstens, voor je training. En eet je relatief licht en snel verteerbaar. Um, maar praktisch is dat vaak niet haalbaar. Ook voor werkende mensen, ja. Als mm -hmm. je uh, na je werk nog een looptraining wilt gaan doen, nog eerst nog drie uur moet wachten. Laatste uh. vraag. Zijn er na die day in Tokio uit je nest geraakt? <laughs> ja, ik heb een verhaal over de Nicolas gehoord. Uh, ik moet toegeven dat ik uh, persoonlijk ook niet uit mijn bed geraakt ben. nee, je niet uit uw bed? Ah, je geraakt? Ook niet? Nee, nee, nee. nee. <laughs> ook te nee. diep in het glas gekeken. Uh, ja, we, we, we hadden toch wel gevierd. Uh, mm -hmm. ja, het was nog wel. Dat is nog wel plezant. Want jij ze ook niet uit je neus gehaakt? Hè? Nee, maar ja, ik was er ook al als laatste in. Waren <laughs> <laughs> was bij Alex en nacht? Mai. Dat was uh, die net zeven of acht uur s'morgens was, uh, of zelfs negen uur, ik weet niet meer. En hij moest om tien uur een interview geven. Dat interview kunnen we laten zien ja, op de Ja, dat sportraad. is heel Is Dat interview die niet zo zet. Ik prover. heb nog nooit zo iemand zet in een interview gezien. Echt, ik, ik lag daar, ja, te knorren. <laughs> ik heb hier geslapen tot uh, ik denk acht uur s'avonds. Dat is echt keislicht. echt. Keist echt. of? Ja, mag wel hè? Ja, maar ja, het was een beetje extreem. Maar <laughs> ja, bon. nee, het was leuk. Maar, jullie mochten nog vieren in het dorp ook, of? Ja. Want na die nacht dat, dat wij eigenlijk dan gevierd hadden, zijn ze veel strenger geworden op, op het feesten in het dorp eigenlijk omdat er te veel klachten waren van dan de Australiërs en de Britten, waren dat, denk ik. Dus. Omdat die hun gebouw juist naast, ja, dat dat, ja. <laughs> naast die trappen en ja, ja. dat plein en ja, zo. Ja. Ja. Exact. Ja, bij de ringen. Ja, dat klopt. Um, ja, er waren mensen die alcohol buiten het, het dorp hadden halen. En dan zijn we eigenlijk binnen, ja, ja. Ja, op, dat, op, dat, op dat gras daar gaan ja, het drinken. We hetzelfde. Inderdaad, naast dan. Australiërs. Ja, oeps, sorry. <laughs> voor één keer dat zei het niet. Maar zijn. Ik, ja, maar ik ja, snap voilà. het wel. En ik bedoel, hey, oké. Okay. Je hebt een beetje de straks ook gezegd, hè? Je hebt getraind maandenlang. Mm -hmm. Je hebt dan een beetje, het is ook leuk om die decompressie te hebben om dan een pitch te drinken. Ja, bij ons was dat gewoon de ultimate life goal. En je wint het gaat op de speler. Dus ja, je zuipt die je gewoon echt kapot. Je moet <laughs> het leven gewoon... mag eindigen. Ja, ah, tuurlijk, er gewoon eerlijk gezegd. Maar ondertussen zijn er wel Andréessen die morgen hun die idee hebben. Hè. En ja, op het moment zelf denkt daar ook gewoon niet aan. Maar Sorry. <laughs> sorry. We're sorry, guys. We're sorry. We're sorry. Nee, we're. Ik heb nog een laatste. nog een cadeau voor u. Jij die veel sport. Dat <laughs> is ook wel een sponsor van ons. Okay. Um, is wel cool. Die zijn zo shower bars. Dat zijn zo ja, unieke showerbars, smart charbar, shower hitte, um, Maar dat is wel cool, dat zit zo wetenschappelijk ineen uh, en dat herstelt je microbiome. Dus je moet er nou okay. niet meer kremmetjes beginnen doen en, en, en allez, je kunt enkel die zeep gebruiken. Dat zijn alleen maar natuurlijke producten, ook allemaal uit België. Ze dus gebruiken ook geen plastiek en zo, dat is ook super ja. sustainable. Het is echt een cool product, wij zijn daardoor gesponsord en wij mogen jullie erin meegeven. Dus vinden we ja, wel tof. Cool. Test het eens uit, um, wij hebben het ook getest en het is echt wel goed, ja. zeggen, top. We ja. zijn um, benieuwd. En ze mikken eigenlijk op ja, allemaal actieve personen die, die de slimme keuzes kunnen maken in het leven. Is, is dat omdat ik hier een, uh, twee uur heb zitten stinken? Nee, of nee, 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 nee. Nee, totaal niet. Maar ik zei ook, met, uh, we hebben al gegeven aan Thomas Peters ook, ik zei toen ook ja, dat wij af en toe dat wij twee of drie keer douchen op een dag. Maar ja, ik ga ervan uit dat jij ook meerdere keren doucht. Ja, ja. Dus je gaat met zeep of... Uh, nee. nooit. Ja, nooit? Nooit nu Nee, Nee, maar ja, maar, ik bedoel... Uh, ja, maar, ja. Nee, nee. Ah, ja, dus inderdaad drie, drie keer per dag al minstens. En dan liggen we ook nog eens een uur in chemicaliën te zwemmen. Ja. Ah, ja. Dus... Uh, maar, heel eerlijk. Dat riekt wel. Heel eerlijk, je moet het eens proberen. Van. Test het eens uit. Je gaat, gaat het echt leuk vinden. Ik zie je, dat ja. na het zwemmen ja. ook wel goed is. Want... Voor de luisteraars, puresporter.com. Kunnen het ook vinden. Okay. Maar we gaan er ook weggeven. Dus... Uh, yes. Proberen te testen. We ja, ja, want ik we gaan... Uh, dat kunnen we ook zeggen. Hè. We gaan uh, vanaf... Eigenlijk nu. Je ja, kunt onze uh, sociale media een keer volgen. We gaan echt super grave giveaways doen. Uh, dus uh, echt, ja, volg ons zou ik zeggen op uh, sociale media. Vooral op Instagram dan toch. Beyond the athlete Podcast. Ja. Maar ook op YouTube en op ja, ja. TikTok. Dat zie je, precies. op TikTok? <laughs> ik zit te half op TikTok. Ja. Half. Te, te verslavend. Te ja, verslavend. Ja, ja. Ik heb... Tegenwoordig download ik het af en toe en dan verwijder ik het meteen. dan gaan ze er zo in. Ik ja, ken de beste ja. Maat die verslaafd is aan een, aan een app en die verwijdert hij ook constant. Maar dan, als hij dat twee minuten heeft, downloadt hij dat terug en dan is hij weer een uur bezig. Jawel, ah, wel, maar ja. Met TikTok doen die dat echt, want ja. uh, dus, dat maakt die barrière een klein beetje groter. Ja. Maar dat zegt, geeft oh, er wel toffe dingen op, maar zijn zo vertrokken. Voor Twee uur daarop en... Hij ja, beschermt weer zijn... hij moet misschien naar China verhuizen, daar hebben ze de... geen TikTok. Ja, inderdaad. Ja, daar ze net wel TikTok. hebben ze net wel TikTok, net wel TikTok ja. <laughs> daar hebben ze geen Instagram en zo. Ja, maar... geen Facebook. Ja. Nee, voilà. Dus, um... oké. Okay. Nee. Marten, merci Top. om te zijn gekomen. Ik denk dat deze officieel ook de langste aflevering <laughs> is geweest, dus... Uh... <laughs> Hoe laat is het? Ja, ik denk... Uh, ja, het is tijd. merci <laughs> nee, goed. Om te zijn nee, gekomen. jullie bedanken mij uit te nodigen. Het plezant. Uh... Ja, we blijven nu zeker op de voet volgen. 100%. Zeker, super. Merci. Yo. Ik blijf jullie ook volgen. <laughs> uh, <ja. Da> <laughs> en trouwens, jij moet een betere loper worden. Hè, dus ik stel voor dat jij die supermooie fiets hier laat. En <laughs> ja. gaat de voet naar reizen. Goed geprobeerd. Goed geprobeerd. Allee, Martin, Goed. salutjes. Salut mannen.